Yes, we zijn live. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Joris Arts en ik ben vandaag uw host bij dit webinar over wat kan de gezondheidszorg leren van andere sectoren op het gebied van artificial intelligence. Ik heb onwijs veel zin in, dus laten we vooral snel gaan starten met dit webinar. Dit webinar is georganiseerd door een aantal partijen die maken dit mede mogelijk. Dat zijn Coöperatie Slimmer Leven, het Care Innovation Center en Mindlabs. En niet vergeten de provincie Noord-Brabant die ook mede organisator is van dit webinar. We gaan het de komende anderhalf uur hebben over wat kunnen we nou leren van andere sectoren op het gebied van AI. Hier hebben we het programma in beeld staan. We zijn nu bezig met de opening die ik verzorg. En daarna gaan we in drie verschillende andere sectoren kijken hoe artificial intelligence wordt gebruikt. We beginnen met Carlo van der Weijer, daarna Geert van der Hoek, Michael Dawkins, die achtereenvolgens van het Eindhoven AI Systems Institute, de Nederlandse Spoorwegen en Shea Vitality zijn. En daarna gaan we met z'n allen, met nog drie zorgbestuurders erbij, aan tafel zitten. Dat zijn Annette Boekelman van Meizo, Jasper Sens van het Catharina Ziekenhuis en Bas van Oosterhout van Amarant. En daarna sluiten we af en hopen dat we geïnspireerd de avond ingaan. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik wil graag een van de mede-organisatoren aan tafel vragen om even toelichting te geven over waarom zijn we hier nu en waarom doen we dit. Chantal van Spaandonk. Hartstikke goed. Fijn dat we hier mogen zijn. Kun je iets vertellen over waarom Care Innovation Center en die andere twee partijen, Coöperatie Slimmer Leven en Mindlabs, dit doen, deze webinars? Jazeker. Vanuit de drie organisaties zijn wij in Brabant werkzaam op het gebied van zorginnovatie, waarbij Mindlabs met name ook met artificial intelligence bezig is. En we hebben elkaar gevonden, het is niet de eerste webinar die we samen doen, het is inmiddels al de derde editie. Mm-hmm. Er gaan er zeker nog meer volgen. En wat we zien is dat AI is natuurlijk in de hele wereld wordt het toegepast. En wij denken dat ook voor de zorg dat een enorme meerwaarde kan bieden, zeker met de grote vraagstukken die er nu op tafel liggen. Zeker, want die zijn niet misselijk. Hè? Die zijn niet misselijk. Tekort aan zorgpersoneel. Kosten die de pan uitreizen. En AI kan ons daar denk ik ook zeker bij helpen. Ja, en we denken ook dat in andere sectoren, zorg is voor een heel groot gedeelte logistiek. Kunnen we van de logistieke sector daarin leren. Dus wij hopen vanavond weer veel te inspireren, veel te leren. Zodat we met de zorg ook daarin verder kunnen. Hartstikke goed. Nou, super. Volgens mij zit de zaal vol, want er hebben 300 mensen zich ingeschreven voor dit webinar. Dus we hebben een grote groep om volledig geïnspireerd te raken. Dus ik stel voor, we hebben maar anderhalf uur. Laten we gewoon gaan beginnen. Lekker starten. Helemaal goed. Veel gaan plezier. Mooi zo, dankjewel. Ja, ik kondig hem net al aan. Carlo van der Weijer die gaat ons iets vertellen vanuit zijn achtergrond. Hij is general manager bij het Eindhoven AI Systems Institute. En hij weet van alles over het inzetten van AI in mobiliteit. Dus zonder daar verder vertraging in te veroorzaken. Carlo, ik geef jou graag het woord om ons mee te nemen in jouw wereld van AI en mobiliteit. Ja, dankjewel. Dat doe ik graag. Tegenwoordig werk ik voor een AI-instituut op de Technische Universiteit. En mijn hele achtergrond ligt in de mobiliteit. En het is heel leuk om die twee te combineren, omdat er tussen AI en mobiliteit ontzettend veel gebeurt. Dan moet je denken dat we bijvoorbeeld de logistiek veel efficiënter kunnen maken. Daar zitten nog heel veel lege vrachtwagens die rondrijden. Daar kun je allemaal intelligentie op loslaten. Als je dat zelf organiseert, maakt het veel beter. Ook als je vervoerstromen in de gaten houdt, dat is met AI veel beter te doen. Daar gaat eigenlijk de NS iets over vertellen. Die weten daar nog veel meer van dan ik. Ik wil zelf eigenlijk hebben over dat voorbeeld wat je altijd hoorde als het over AI ging. Om mensen uit te leggen waar het over ging. En tot een paar maanden geleden hebben we ChatGPT, die heeft dat nou overgenomen. Maar daarvoor was het altijd de zelfrijdende auto. En daar wil ik me even op concentreren. En een paar aspecten die daar omheen hangen, die hebben volgens mij ook wel heel veel
te betekenen voor andere industrieën. Dus daar kun je goede parallellen mee trekken. En ja, dit is eigenlijk een zelfrijdende auto. Dat is een auto zonder stuur. Een soort van horizontale lift. Dat is ons eigenlijk beloofd, want dat gaat de complete automotive industrie overnemen. Dat zijn een horizontale lift, dus je stapt ergens in en het brengt je ergens anders heen. En je stapt eruit en dat ding gaat gewoon verder om andere mensen te transporteren. En heel veel mensen zeiden van ja, dat is eigenlijk het einde van de auto's. Want waarom zou je nog een auto kopen? Tenminste, zoals we hem kennen. Waarom zou je die nog kopen als je gewoon een ritje kunt bestellen altijd? Het is altijd beschikbaar. En dit is allemaal veel beter. En die computers die rijden veel beter, die maken ook geen ongevallen. Want die zitten niet de hele tijd op hun telefoon te kijken. Die drinken niet. En die houden zich netjes aan de verkeersregels. En daarom zeiden ze eigenlijk van ja, over 5 jaar is dit, dan is die hele automotive industrie, zoals we dat zeggen, gecodakeist. Er komt een nieuwe technologie aan. We zien het wel gebeuren, maar we missen helemaal het punt. En dan is hij weg. Nou, het is over 5 jaar gebeurd, zeiden ze vanuit Silicon Valley. Dat zeiden ze wel 14 jaar geleden. En dat is niet gebeurd. En dat is een beetje een reden. Kijk, ik heb er ook wel wat reden om dat naar de praktijk te vertalen. En het is wel goed om eens een keer te kijken hoe die praktijk er daadwerkelijk uitziet. Want dat is een reden waarom dat daarom nog niet zo snel gelukt is. Want dit is de praktijk van alle dagen. En het is vooral dat ene regeltje dat die auto's zo goed zijn om zich aan de regels te houden. Die overtreden de verkeerswetten niet en daarom zijn ze zo veilig. Waar ik een klein beetje probleem heb. Want als je nou kijkt hoe de werkelijkheid is, dan is het dit. Hier, dit is een willekeurige straat in Amsterdam. En je hebt hier voorrang op dat verkeer wat er van rechts komt. Dus de officiële regel zegt dat die BMW in dit geval die van rechts komt, moet wachten tot er geen fietser meer is. Op dit punt, ik weet niet of je het kent, er is nooit geen fietser. Dus hebben wij in Nederland een soort van, en heb je eigenlijk in alle landen, ga je ervan uit dat wij die wet een klein beetje flexibel moeten interpreteren, want anders kom je er nooit overheen. Ik laat het filmpje gewoon eens lopen om te kijken wat er gebeurt in de praktijk en hoe de werkelijkheid nou werkt. Je ziet hier dus die BMW van rechts, die zet hem een beetje naar voren en die kijkt hoe de mensen reageren. Dat is bij ons de informele, daar wordt ook niemand kwaad over. Dat is nog eens een keer een beetje, want anders komt hij er nooit overheen. En op een gegeven moment hebben we afgesproken, dan mag je in Nederland gewoon even je ogen dicht doen en je gaat er gewoon overheen. Dat zijn de informele ongeschreven wetten. Een andere ongeschreven wet, als er zo'n wit busje aankomt, dan moet je niet oversteken, want die stoppen niet. Dat weet iedereen. En zo vullen we dat in. Als je hier zo'n zelfrijdende auto op zou zetten, want kijk bijvoorbeeld wat er gebeurt tussen deze auto en die dame in het rood. Die heeft voorrang, dus die mag oversteken. Dan denk ik, nou nee, doe jij maar eerst. Komt de fiets erin, het gaat ook allemaal goed. Heb ik net gezegd, dan zie je hier toch een ongeval gebeuren. En het is wel belangrijk om te zien, maar het is omdat iedereen zo voorzichtig is, is er eigenlijk niks aan de hand. Die mensen zijn nog vriendelijk tegen elkaar, er is niks kapot. En die mevrouw die brengt van, nou, fietsen is niet zo mijn ding vandaag. En die loopt door. Dit zijn de informele regels. Als je hier zo'n auto die zich keurig aan de wet tussen zou zetten, dan ja, die zou compleet blokkeren. Die zou gaan huilen en zichzelf parkeren. Het is het punt eigenlijk dat gewoon niet werkt. En de meeste mensen, dit is ook nog een keer iets, weten niet eens wat de officiële regels zijn in het verkeer. Zo is bijvoorbeeld een elektrische rolstoel. Stel dat die in het verkeer is. Er komt hier toevallig een binnenrollen. Wat is de officiële status? Waar moet die niet eigenlijk op het trottoir? Het is niet zo, het is officieel een brommer. Ik weet niet of ze daar mag zijn, maar ze wordt gedoogd. Het gaat allemaal goed. En op een gegeven moment steekt ze maar gewoon de hand op. En dan denkt ze voorrang te krijgen, maar dat werkt die Audi dan weer niet aan mee. Maar het loopt allemaal goed. Het punt is, dit is iets waar je dus eigenlijk een zelfrijdende auto niet in zou kunnen zetten. Die kan hier niet tegen, want we gaan er een klein beetje vanuit in deze. En dat is de essentie, dat wij allemaal de officiële wetten wat flexibel interpreteren. Dus in het echte verkeer, om daar doorheen te komen, moet je dus af en toe de regels wat flexibel interpreteren. En ik vind dat een heel essentieel ding, dan zeg ik het weer. Ik kom nog een paar keer op terug. Het draait ook daarom zo ontzettend goed. En je kunt eigenlijk twee dingen, als je hier dus zelfrijdende auto's of wat dan ook in los wil laten, kun je twee dingen doen. Of je past het kruispunt aan die zelfrijdende auto. Dan moet je zeggen, dan moet er maar stoplichten komen dat dit soort situaties niet kunt krijgen. Maar dan wordt dit kruispunt niet beter van. Dit is juist de throughput en het presteert eigenlijk geweldig. Een andere is dat je een AI laat kijken hoe dit precies werkt. En je weet het nou ook wel, op een gegeven moment snapt hij wel hoe het werkt. En dan laat je die AI zich ook aanpassen in de situatie. Maar daar wil ik het ook eens even voor. Die eerste is een beetje raar. Als je dit heel moet conditioneren, gaat de kwaliteit er ook op achteruit. En dat is de essentie dat dit soort AI ontzettend goed werkt in een geconditioneerde omgeving, maar niet in een ongeconditioneerde omgeving. Wat ik daarmee bedoel is, kijk, dit is een voorbeeldje van een geconditioneerde omgeving. Dat is een bowlingbaan. Daar is het altijd hetzelfde. Die pinnen staan op dezelfde plek, die kegels. Het is altijd 21 graden min of meer. Die bal, weet je wel ongeveer hoe zwaar hij is. En als je een robot laat oefenen met zo'n geconditioneerde systeem, zal hij op een gegeven moment precies weten hoe het moet. En is het heel spel voor een robot relatief saai op een gegeven moment.
En dat gebeurt elke keer. Dat is geconditioneerd. Die ongeconditioneerde wereld, en dat is de essentie, als je daar dus computers op los moet laten, ja, dan kun je het niet aanpassen. Want hij presteert dus eigenlijk vaak beter. En dat is ook de essentie van dat het fundament, het functioneert omdat mensen buiten de lijntjes kleuren. Dat geldt ook voor innovatieve bedrijven. De bonden hebben daar zelfs een methode voor en een drukmiddel om te zeggen van ja, we gaan een keer een stiptheidsactie organiseren. We kunnen de maatschappij niet een complete stiptheidsactie maken. Het geldt dus eigenlijk ook voor de samenleving. En die tweede vraag die ik heb, kunnen we dan die AI zich ook aan laten passen aan hoe het in het echt werkt? Dus gaan wij ooit artificial intelligence, en dat zal dadelijk zeker terugkomen aan tafel, gaan we die toestaan om ook de wet wat flexibel te interpreteren? Mij lijkt dat een enorme versnelling naar het einde van de mensheid, maar laten we dat dadelijk aan tafel nog gaan verder gaan discussiëren. Het lijkt mij niet echt de verstandigste optie samengevat. Dan kom ik eigenlijk op dat ene punt. En dan ga ik even naar die rol van mens en machine in de toekomst als die machine steeds slimmer wordt. Dat ene punt, dat eigenlijk alle ongevallen gebeuren omdat wij menselijke fouten maken. En dat is ook zo. 95% van de ongevallen die op de straat gebeuren, is omdat wij mensen een menselijke fout maken. Of niet opzitten te letten of wat dan ook. Maar dat wil ik even anders zeggen. Als wij technologie hebben die auto's veilig van A naar B kunnen rijden. Ik geloof echt dat die technologie er komt. Waarom zou je die alleen in zelfrijdende auto's zetten en niet ook, veel eerder en waarschijnlijk veel goedkoper, ook in auto's door die mensen worden gereden? En zoiets heet Advanced Driver Assistance Systems met allerlei andere en vreselijke afkortingen. Het zijn van die systemen die in het begin heel irritant zijn, want die bemoeien zich en mensen schakelen het dan af. Maar die worden steeds beter, ongemerkter doen die hun werk. Andersom gezegd kun je bijna zeggen dat bijna alle ongevallen, het merendeel althans van de ongevallen die vandaag gebeurt, zeker als het met dodelijke afloop is, worden gemaakt door technologie, door auto's, of hadden voorkomen kunnen worden met technologie die al op de plank ligt. Zo goed is dat geworden. En dat wordt ook door allerlei statistieken, dit is een beetje een moeilijk plaatje, maar hier zie je eigenlijk naar het jaar van dat de auto gebouwd is, naar het jaar dat er ongevallen gebeurd is. En het feit dat die lijnen redelijk horizontaal lopen, zegt eigenlijk dat met nieuwere auto's bijna geen ongevallen meer gebeuren, omdat daar die technologie al vaak in zitten. Dus, en dit is een klein beetje het beste van twee werelden. Zo zou de robot met de mens moeten samenwerken. Dat die robot voorkomt dat er ongevallen is. Dat die andere vervelende dingen zoals filerijen ook van ons overneemt. Want het is allemaal binnen lijntjes kleuren, dat is makkelijk, er kan weinig gebeuren. Dat die lange ritten op de autobaan, dat zal hij echt een keer van ons overnemen. Dat die grote vrachtwagens die maar in lange kolonnes rijden, ja, die eerste dat is nog een klein beetje moeilijk, maar die volgende vrachtwagens, ja, dat kun je steeds vaker laten overnemen door anderen. En dan heb je een veel effectiever systeem. Niet volledig driverless, maar het gaat wel een heel goed stuk beter. En het maakt ons leven veel beter, want het gaat vooral de vervelende dingen uit die rit halen. Het is voor mij de samenwerking, klein, hoe ik het altijd samenvat, tussen robots en machines. Laat die robots nou binnen de lijntjes kleuren en laat het buiten de lijntjes kleuren aan ons over. Misschien is de enige toegevoegde waarde die wij als mens hebben, dat wij buiten de lijntjes kunnen kleuren, maar dan wel met een soort moreel kompas. Mij lijkt dat een klein beetje hoog abstractieniveau, de scheiding tussen mens en machine in de toekomst. Het maakt ons eigenlijk meer mens, omdat wij juist die menselijke dingen kunnen doen. Als je werk alleen maar binnen de lijntjes en toepassen van regels is, dan heb je, denk ik, weinig toegevoegde waarde. Er wordt vaak gevraagd van, ja, wat zijn dan die banen, het buiten de lijntjes kleuren? Ja, ik kan het niet helemaal zeggen. Het is een klein beetje, het zit bovenin de Maslow's piramide, het zijn meer de ervaringsbanen die we nu flauwekulbanen zitten, precies. En zo moet je vaak denken van hoe een boer had gedacht 200 jaar geleden, als je had voorspeld dat nu, toen waren we 70% van de mensheid boer, nu is dat 0,5%. En als je toen had gezegd van ja, het is dan maar 0,5%, ja, dan had je moeten uitleggen wat nu dan de banen zijn. En dat is heel erg lastig om uit te leggen wat een software developer is, of een cameraman, of een app developer, of een yoga coach. Dat zijn voor die boer van toen, ja, dat brengt toch geen eten op de plank, en dan had hij nog wel een punt ook. Maar toch zijn er weer nieuwe banen die waarde toevoegen als die automatisering steeds meer van het standaard werk overnemen. Deze heb ik pas een keer van de BBC afgepitcht. Dat was een emoji translator. Leg dat maar eens uit aan een boer van 200 jaar geleden. En dat is voor mij eigenlijk de essentie. Als wat ik al zei, we zijn een beetje naar Maslow-pyramide aan het groeien. Maslow zegt dat we ons vooral bezighouden met zorgen dat we het eten hebben en dat we veilig ergens kunnen wonen met beschutting. Als we dat op orde hebben, gaan we de veiligheid in. En dan groeien wij naar boven, naar steeds meer zelfontplooiing en dergelijke. En we zijn eigenlijk een beetje van beneden naar boven aan het klimmen.
En als jij kijkt wat die robots nu gedaan hebben, die zitten daaronderin en de banen zitten steeds meer daarboven in Maslow's piramide. Dat is voor mij een klein beetje het onderscheid. Dus als ik wil samenvatten wat ik allemaal vanuit mobiliteit heb geleerd van waar ik denk dat de scheiding is tussen mens en machine. Die nieuwe samenwerking die we toch moeten zoeken. Want ik kan het ook niet allemaal met de hand doen. En zeker in de zorg waar we dadelijk meer mensen nodig hebben dan dat we inwoners hebben. Als we het zo doortrekken. Dan moeten we gaan automatiseren. Kijk wat er allemaal onder in de Maslow-pyramide is. Dat is voor de robots. En wij kunnen ons naar boven gaan concentreren. Het is binnen de lijnen kleuren wat de robots zouden moeten doen. En wat de AI zou moeten doen. Laat ons dat buiten de lijnen kleuren. Met dat ethisch en moraal kompas wat wij hebben. Misschien kunnen we het ook nog eens een keer vertalen naar machines. Maar daar gaat het hem eigenlijk om. In die geconditioneerde wereld zijn de machines het beste. Laat ons in die ongeconditioneerde wereld, die toch het fijnste en het beste werkt, zij volgens beschreven regels en wij juist volgens die ongeschreven regels. Dat is dat moreel kompas wat wij iets beter beheersen. Ik sluit even af met, ook nu met al die discussie en ja, er is nu gisteren toevallig weer een nieuwe AI-act van misschien moeten we 6 maanden ophouden. Ja, we zijn wel heel bang voor die vorm en het is ook terecht, want er zitten echt zorgen. Maar ik denk dat het nog ergens, en Sidney Harris heeft het perfect gezegd, het echte gevaar is niet zozeer dat die computers net als ons gaan denken, maar het is eerder gevaarlijk dat wij als computers gaan denken. Want als je dat doet, dan heb je echt in de toekomst weinig toegevoegde waarde. Daar hou ik het van u bij. Dank voor jullie aandacht. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage. Ik ben net bij de introductie, heb ik dat niet benoemd, maar misschien dat jullie het al wel door hadden. Jullie kunnen gewoon vanuit huis je vraag stellen aan de sprekers hier. Dus ik weet niet of er vragen binnen zijn gekomen, maar ik heb eigenlijk ook al wel een vraag aan je, Carlo. Dank voor je presentatie. Je zegt binnen de lijntjes kleuren, dat kunnen computers hartstikke goed. Buiten de lijntjes, dat nog even niet. En je gaf op het eind een beetje een bijzin van, nou ja, misschien dat dan ooit nog komt. Ja, nee. Geloof je daarin? Ja, ik vind, we zouden dan een algemeen uniform geldend, wereldwijd geldend moreel kompas moeten gaan ontwikkelen voor machinerie. Mm-hmm. En dat lijkt mij erg lastig. Dat ook een Kim Jong-un of wie dan ook zich daar aan gaat houden. Want als je je niet aan houdt, dan zou je wel eens veel machtiger kunnen zijn. En dat zijn wel fundamentele problemen die we hier aan tafel niet zo snel oplossen, denk ik. Nee. Oké, dat is interessant. En als je het vertaalt naar die drukke straat. Ik was gisteren al in Amsterdam. Het is levensgevaarlijk om daar de straat over te steken. Zou je daar al wel iets... want ik kan me voorstellen dat computers op een gegeven moment echt als mensen gaan denken. En dus ook rekening houden met die mevrouw in die rolstoel. Die is misschien niet helemaal aan de regeltjes houdt? Ja, dat kan zeker zo. Maar als ze het volledige verkeer over gaan nemen, dan moet je ze dus echt bijna per definitie toestaan om de wet flexibel te interpreteren. Laten we dat voorlopig nog even als een no-go area bestempelen. Oké. Nou, misschien dat we dat dadelijk in het plenair gesprek dan nog even mooi met elkaar kunnen bespreken. Ja. Dank je wel in ieder geval. Wij gaan door naar de volgende spreker. De volgende spreker is Geert van Hoek van de Nederlandse Spoorwegen. Nou, ook daar maakt ze heel veel gebruik van allerlei data. Zet de kunstmatige intelligentie in om daar slimme dingen mee te doen. En Geert, ik geef jou graag het woord om ons daarin mee te nemen. Dus de floor is yours. Dankjewel voor de uitnodiging en het podium vandaag de dag. Voor mij ook een mooi moment om even NS in de spotlight te zetten. Dus bij deze een kort filmpje. Het leven raast voorbij, gecamoufleerd in blauw en geel. Op stoom en op rails, op stroom, in een flits. De werkende, studerende, dromende, aspirerende, betoverende, hardlerende, de opa's, oma's en de kids. Stap in, we brengen je erheen, van weg of naar huis. Van dat ene pittoreske dorpje tot die ade skyline. Alkmaar of Arnhem, Breda of Berlijn, sit back, relax, enjoy the ride. Wierde of Wormerveer, Zwolle of Zoetermeer, de artiest, de stewardess, de dame, de queer. Of het nu regent of hagelt, voorspoed of tegenslag, de reis altijd een spektakel, altijd dichtbij, betaalbaar, duurzaam en met een glimlach. Het is die kadoen kadoen, nieuwe vormen van move, verbonden met alles en iedereen die we vervoeren. We zijn niet meer één, maar alles een beetje. Treinreiziger, fietser, automobilist. Bewegen altijd voorwaarts, voorbij in een flits. Maar soms staan we ook stil, om te weten waar we zijn. Om te beseffen wat ons doet bewegen en dat we gezegend zijn. Met het netwerk, onze mensen, de techniek en de trein. En dat we er iedere dag weer, al meer dan 180 jaar, voor onze reizigers kunnen zijn.
toch wel een cool filmpje, toch? Tenminste, ik word er altijd wel trots op. Om te laten zien dat wij meer zijn dan alleen maar treintjes rijden. We staan gewoon voor een goede reisbeleving van jou als klant van deur tot deur. Maar ja, we hebben ook wel zo onze uitdagingen. In het realiseren van de missie samen Nederland duurzaam bereikbaar houden, ervaren we dat er toch wel de wereld veranderd is. Iedereen kan zich daar ook in inleven. Door corona zien we dat het reisgedrag echt totaal veranderd is. Mensen, of onze reizigers, reizen veel op dinsdag en op donderdag en het weekend is heel druk. En we zien ook dat onze betalende klant, de forens, ook vaak thuis werkt. Ja, daar hebben we maar op in te spelen. Dat zorgt dus dat we niet goed kunnen voorspellen meer. Financieel gezond worden is een andere uitdaging. Doordat die betalende klant achterwege blijft, zoeken we dus naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering efficiënt te maken, et cetera. En natuurlijk ook personeelstekort. Personeelstekort komt overal, denk ik ook, dat weet iedereen, ook een uitdaging voor NS. Gelukkig gaat het de goede kant op, maar blijft een belangrijk aandachtspunt, want we weten, dit gaat niet over. Dus naast het probleem van Dassen onder het spoor, wat we afgelopen weekend denk ik allemaal gehoord hebben, hebben wij zo ook onze uitdagingen. En we hebben ook zo onze ambitie. Realiseren van stations van wereldklasse. Het netwerk nog interessant te maken, zeker voor ook internationaal verkeer. Maar een belangrijk punt wat ik hier wil aanstippen is ook onze derde, wat je hier ziet. De strategie die we hiervoor in willen zetten. Een belangrijke strategie is het inzetten van data en technologie. Want dat helpt ons om onze processen of onze proposities op een datagedreven manier te digitaliseren of aan te bieden. En mijn afdeling die levert daar een belangrijke bijdrage in. Ik ben verantwoordelijk voor aan de ene kant voor het zorgen dat de data ontsloten wordt. Dat het ook mag en toegankelijk is en vindbaar is. En daarnaast ook dat we er mooie dataproducten van maken. Dataproducten zoals dashboards, maar die kijken vooral terug. En we zeggen ook, we moeten in plaats van terugkijken, vooruitkijken. En daar komt echt AI om de hoek. Om een aantal voorbeelden te noemen, staan hier een aantal op een rijtje. Maar buiten deze voorbeelden doen we nog veel meer op AI en zijn ook veel dingen al in productie. Bijvoorbeeld het voorspellen van reizigersstromen of het voorspellen van drukte. Dat kan je zien op je app. Als het poppetje rood kleurt, dan weet je dat het druk is. Daarachter zit technologie waar we verschillende bronnen bij elkaar brengen en een model erop om dat dus te voorspellen. Maar ook voor logistieke planningen worden al algoritmes ingezet. Ik haal er nu een paar uit om wat meer toe te lichten. Zoals automatic train operations. Carlo die gaf al aan, de autonome auto. Zo praten wij ook over de autonome trein. Maar dit zal nooit gaan zonder support van de machinist. Want we hebben juist de interactie tussen machine en zeg maar, de techniek nodig om dit ook goed werkbaar te krijgen. Dit blijft experimenteren. Want met beeldanalyse kunnen wij veel dingen herkennen. We zijn daar echt aan het pionieren, maar we kunnen dus objecten eerder detecteren, zodat we ook machinisten eerder kunnen waarschuwen. Of juist meer alert maken van signalen die er zijn, zodat hij zijn snelheid daarop kan aanpassen. Dus dat is ten dienste van aan de ene kant duurzaamheid, energiezuinig rijden, maar zeker ook voor veiligheid. Een ander voorbeeld is het voorspellen van ziekteverzuim. Deze heb ik er meer uitgepikt, omdat wij ook een samenwerking hebben met verschillende bedrijven, waaronder KLM, en Ahold en ING. En dat samenwerkingsverband geeft ons de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, maar ook om samen bepaalde challenges aan te gaan. Want ook bij KLM is ziekteverzuim een groot issue, zeker ook bij NS. Dus stel, kunnen we gezamenlijk een mooi model maken. Ze hebben bepaalde expertise, wij, dat brengen we bij elkaar. En nu zijn we hard aan de slag om een ziekteverzuim voorspelbaar model aan het bouwen. Een ander voorbeeld van AI is camera-inspecties. Treinen moeten één keer in de 48 uur moeten zij geïnspecteerd worden technisch. Gebeurt vaak in de nacht op overvolle opstelterreinen. Kan dat niet anders. Dus kunnen wij dus foto's maken van de onderdelen die dan geïnspecteerd worden. En kunnen we dat al bij de monteur brengen. Foto's maken kunnen we. En nu gaan we die foto's verder automatiseren. Zodat juist de foto's naar voren worden gebracht die extra aandacht nodig hebben. Ook dat doen we dus met camera of met beeldanalyse. Het leuke is ook wel dat je merkt dat dit echt wel experimenteergedrag vraagt. Want tijdens het voorspellen van problematiek
kom je, ja, zie je ook dat dingen nat zijn. En is dat dan olie of is dat water? Dan kom je achter van oké, misschien moeten we daar andere bronnen voor gebruiken. Om dat weer zeg maar, bij elkaar te brengen bij het andere voorspelmodel. Om uiteindelijk tot een accuraat advies te komen richting de monteur. Sociale veiligheid, dus meer regressie of agressiedetectie. Ook een beeldanalyse. En dat doen wij vooral ook met een start-up. Auditity heet dat. Niet alles hoef je zelf te bedenken. Sommige heb je start-ups die daar veel verder al in zijn en veel kennis hebben vergaard. Nou, kunnen we daarop verder doorbeduren en eventueel ook beschikbaar maken voor een breder publiek. Een ander wat ik graag wil laten zien is ook het voorspellen van beschikbaarheid van een OV-fiets. En ik heb daar ook een kort filmfragment voor. Op dit moment heb je in de NS-app zie je de beschikbaarheid van OV-fiets, maar die is real-time. Dus als je je reis aan het plannen bent, weet je niet of er ook een fiets zal zijn op het moment dat je aankomt op een station of OV-knooppunt. En daarom willen we een korte termijn prognose, zodat je je reis kunt plannen en al weet of die OV-fiets er zal zijn of niet. Uiteindelijk willen wij de reiziger van deur tot deur helpen. Dus als je een reis maakt, wil je niet tot het station, maar tot aan je huis. Onderdeel daarvan is dat er wel een fiets beschikbaar moet zijn op het moment dat je dan op het station aankomt. En daar proberen wij te helpen inzicht in te geven met voorspelmodellen. We hebben dus twee modellen. Eentje kijkt heel erg naar de korte termijn voorspelling. Dus dat is komende week hoeveel fietsen gaan er waar nodig zijn. En ons andere model die focust veel meer op de komende 10, 20 jaar. Welke gebieden gaan hoeveel fietsen nodig hebben en welke stations kunnen dat bieden? Die reiziger die weet dus waar hij aan toe is. Dus op het moment dat hij zijn reis gaat plannen, weet hij al, ga ik een OV-fiets treffen of niet? En zo kan hij zijn beste reis kiezen. Als de reiziger blij is, dan zijn wij dat natuurlijk ook. Nou, mooi voorbeeld van een voorspelmodel, een AI-oplossing. Ongeveer 15 zijn met deze voorbeelden aan de slag. En ondertussen hebben wij ook wel wat leerervaring opgedaan. Ik dacht, ik pik er een paar uit om dat te delen. Wie weet, kunnen jullie er wat mee? Sommige dingen zijn al eerder aan bod gekomen. Maar schaalbaarheid is één ervan. Het maken van een one-off oplossing is eenvoudig. Maar het opstellen of het opbouwen van kennis en kunde, om dat ook te schalen en te zorgen ook dat het echt in productie kan en dat het zichzelf ook steeds verbetert, hè, dat de feedback loop er goed in zit, dat is een twee. Daarvoor heb je echt tijd voor nodig en kennis en kunde. Start en experimenteren is al nodig. Ik ga nog even snel terug. Dat is net al langsgekomen, dus dit is ook een kwestie van starten. En aldoende. We zorgen dus dat je je modellen fijn slijpt. Dat kan nooit zonder de gebruiker of zorgen dat je die feedback goed geregeld hebt. Het bouwen van een ecosysteem. Er zijn al verschillende partijen die veel kennis hebben die je in kan zetten. Niet alleen het ecosysteem buiten zeg maar, je organisatie, maar ook binnen je organisatie. Je hebt meerdere clubs nodig, meerdere onderdelen vaak van de organisatie om het gewoon gedaan te krijgen. Dan noem ik bijvoorbeeld processen moeten aangepast worden. De data moet goed geregeld worden. Je hebt een governance in te richten, et cetera. Dus bouw dat ecosysteem ook in je organisatie op en daarbuiten. Als laatste, veel tijd gaat in richting data scientists. Die mooie modellen mogen maken en die daar goed in zijn. Dat vinden we allemaal hip en gaaf. Toch zie je dat die data scientists vaak heel erg lang bezig zijn om de data gewoon correct te krijgen. Zorgen dat die data goed gelabeld wordt, et cetera. Gaat veel tijd mee verloren. Dus dat moeten we vooral ook gaan automatiseren. Dan heb je tijd nodig om een model te bouwen en daarnaast implementatie. En implementatie moeten we ook niet onderschatten. Adoptie gaat vaak samen met een grote verandering ook van je organisatie. De gebruikers vragen we ander gedrag voor. Ze moeten gaan vertrouwen op de AI-oplossing. Processen moeten veranderen, et cetera. Dus bij elkaar denk ik vaak 40%. Ik zou zelfs soms zeggen 30-70%. Zet vooral veel aandacht op de change management. En om toch aan te tonen dat dingen snel gaan, dacht ik nog gisteravond nog, ik zet dit erin. AI brengt de werkelijkheid wel heel dichtbij. Nou, dit is iets wat we een half jaar geleden echt uren over deden. En gisteravond is dat gewoon in 2 minuten voor elkaar geboxt. Dus je ziet echt de ontwikkeling gaan heel snel. Dank voor jullie aandacht. Heel goed, dankjewel. Dankjewel voor je inspirerende lezing over hoe de NS omgaat met... Ga rustig aan tafel zitten. Hoe de NS omgaat met kunstmatige intelligentie en met data. Mooie voorbeelden. Ja, ik denk dan gelijk van, waarom doen we dat in de zorg niet? Want we hebben ook te maken met ziekteverzuim.
We hebben ook te maken dat mensen graag willen weten wanneer ze aan de beurt zijn. Dus eerst wat bij mij opkwam was, praten jullie wel eens met zorgorganisaties over wat jullie allemaal leren? Nee, maar toen ik dit voorbereidde en over ziekteverzuiming dacht ik, ja, dit speelt natuurlijk ook in de zorgsector. Waarom doen we dat niet? Delen we dat niet meer? KLM speelt het dan nu, die hebben we toevallig in zo'n samenwerkingsverband. Maar ja, hier liggen wel wat kansen. Super. Ja. Al blijft het denk ik ook, je moet vooral ook aansluiten op de thematiek die zelf per sector wel verschillend kunnen zijn. Maar generiek gezien kan je heel veel met elkaar optrekken. Ja, heel mooi. Helemaal. Ik stel voor dat we, want ik denk dat jullie ook allemaal vragen hier nog wel bij hebben, maar dat we die hier gewoon doorschuiven naar zometeen als we met z'n allen aan tafel zitten. Ik ben blij dat we met z'n allen aan tafel zitten, met mensen uit de zorg en met jullie. Want volgens mij gaan we daar allerlei ideeën met elkaar uitwisselen. We gaan door naar de laatste spreker, dat is Michael Dawkins. Hij is CEO en co-founder van Shea Vitality. Zij gebruiken, maar dan gaat hij straks alles over vertellen, artificial intelligence in het welzijnsvlak. Dus hoe kan je welzijn op een hele gepersonaliseerde manier verbeteren. Maar wat ik al zei, Michael, dan kun je veel beter vertellen dan ik. Dus neem ons mee in jouw verhaal. Dankjewel Joris en goedemiddag en heel fijn om hier bij jullie te zijn. Fantastische mooie pitches hiervoor, want die geven heel goed aan waar we op dit moment in leven. Een maatschappij, een wereld die we als VUCA zouden kunnen bestempelen. VUCA als zijnde volatiel, uncertain, oftewel onzeker, heel erg complex en ambigu. Tegelijkertijd ook een hele mooie periode waarin we juist nu met de keuzes die we maken onze toekomst mede vorm kunnen geven. Maar tegelijkertijd is het een spanningsveld en een lijn waar we op moeten lopen en een balans moeten vinden. In een wereld, in een maatschappij misschien wel, die niet altijd ondersteunend is aan onze gezondheid. Onze westerse maatschappij, veelal geautomatiseerd, betekent dat we wat minder bewegen wellicht. Maar ook het type werk wat we doen, de beeldschermen en ons bioritme die verstoord wordt, heeft invloed op onze algemene gezondheid. En onze voedselomgeving die niet echt ondersteunend is. Dit alles, dit zou je kunnen zeggen, drukt op onze algehele welzijn. Dat zien we ook terug in allerlei data, ook in Nederland, rondom onze psychische gezondheid en de druk die daarop komt. Verder nog, als we dat specifiek ook kijken naar onze werkomgeving, dit zijn nieuwe resultaten van de afgelopen periode. Nou, dan wordt dat bevestigd dat er ook een enorme druk is op het werk en specifiek ook binnen de zorg. Onze missie is om juist iedere leider en medewerker binnen organisaties echt diepe inzichten te geven en ook te begeleiden om meer vanuit hun natuurlijke biologie te leven. Om zodoende vanuit meer minder stress en meer gezondheid te kunnen werken en leven. En onze grote uitkomst, onze doel is dat we juist gezonder worden door middel van het werk wat we doen, omdat hij dan meer is afgestemd op wie wij zijn en hoe wij goed kunnen opereren. Maar natuurlijk, we zijn allemaal anders. Dus wat voor mij gezond is of wat voor mij een prettige omgeving is, hoeft dat niet voor jou te zijn. Dat weten we natuurlijk al lang. Maar wat zit er aan de grondslag? Nou, aan de ene kant is het natuurlijk de genen, de DNA die je hebt ontvangen van je ouders. Wat maakt dat jij bent. Maar het is ook heel belangrijk dat we inmiddels weten dat het de leefstijl en de omgeving is die invloed heeft op de expressie van jouw DNA, van jouw genen. Wat leidt tot wie jij nu op dit moment bent zoals je erbij zit en wat voor jou gezond is op dit moment. Oftewel, jouw fenotype. Dat is precies wat we meten met Shea. We hebben een technologie ontwikkeld waarin we in staat zijn om het op dit moment zijn we dat aan het trainen. Twee foto's, een 3D avatar kunnen maken. Waarin we vervolgens doorgaan om nog meer uiterlijke kenmerken op te nemen middels een chat. En vervolgens krijg je ook nog een vragenlijst om te kijken hoe je gemoedstoestand erbij zit. Wat ik al aangaf, wij analyseren dus jouw uiterlijke kenmerken. Althans, dat doet Shea. Hier een best wel een complex plaatje. Waarbij we een van de wetenschappelijke domeinen bij elkaar brengen. In totaal zijn dat er 15. Dit is een voorbeeld ervan vanuit de antropometrie. Dus dat gaat kijken naar de vorm en de verhoudingen van lichaamsdelen die een verhaal vertellen of die aanwijzing geven over bepaalde predisposities. Dus in deze domein zijn er heel veel wetenschappelijke studies gedaan die we dus allemaal verzamelen en bij elkaar brengen
in een algoritme of in meerdere algoritmes. Dat wat vertelt over zowel jouw genetische aanleg, maar ook jouw hormonale balans. En wat eventueel daarvoor een risico is op bepaalde ziektes. Zo ziet het eruit aan de achterkant. Dus dit is een uniek profiel binnen Shea, waarin Shea daadwerkelijk jouw genexpressie berekent. Dus we zien aan de cirkel zien we alle uiterlijke kenmerken die via een big data analysis teruggekoppeld worden aan welke genen en chromosomen zouden waarschijnlijk op dit moment actief zijn. We verzamelen in totaal 10.000 datapunten en 500 verschillende ratio's die in deze uitkomst naar voren komen. Zeer complex, is voor ons niet begrijpbaar en daarom hebben we het teruggebracht naar één simpel te begrijpen model. Vervolgens krijg je niet alleen het model te zien, maar juist, want dat is ook nog wel een uitdaging, maar word je echt een programma aangeboden, een dagdagelijks programma, wat specifiek voor jou op dit moment gezond zou zijn. En dan denk je aan bijvoorbeeld wat voor slaaptijden voor jou goed zijn, wanneer je het beste wakker zou kunnen worden, hoe je je dag het beste zou kunnen starten, maar ook wat voor voeding voor jou ideaal zou zijn. En daarnaast krijg je ook nog tips over je communicatiestijl en hoe je om te gaan met eventueel collega's en relaties. We zijn hier al 20 jaar mee bezig in het creëren van het model. En daarnaast het uiten naar buiten brengen en daadwerkelijk in de afgelopen 6 jaar internationaal uitzetten in verschillende organisaties om daarin vitaliteitsprogramma's mogelijk te maken. In Nederland zijn we nu ruim 1 jaar bezig, al wat mooie programma's neer kunnen zetten en een mooi award binnengesleept, fantastisch leuk. Maar wat echt heel gaaf is om te zien, is dat we daadwerkelijk in slechts 30 dagen al echt een verschil kunnen zien in een reductie van depressie, angst en stressrisico bij onze deelnemers. Waarom onze programma's werken? Vele redenen, ik zou hier een aantal willen uitlichten, is toch door de technologische inzet, omdat we ook gebruik maken van smartphone en deze nieuwe aanpak kunnen we dus hyperpersoonlijk zijn. Het is een holistische aanpak, we brengen dus heel veel aspecten van ons menselijk wezen in kaart en geven daar specifiek advies op. En onze aanpak maakt het schaalbaar en daarmee betaalbaar om de specifieke personalized approach te bieden in de leefstijladviezen. Wat ik al zei, 1 begrijpbaar model. Waarbij het belangrijk is om te weten dat stress voor de een herstel voor een ander kan zijn. En wat in ons model naar voren komt, is dat we natuurlijk weten dat beweging algemeen een heel belangrijk punt is voor ieder persoon. Maar het kan best zijn dat gezien jouw bioritme je juist 's ochtends vroeg zou moeten sporten en niet 's middags. Of dat je juist gewichten zou moeten trainen in plaats van zware gewichten in plaats van lichte gewichten. Zo kijken we ook naar voeding. Is ontbijt inderdaad de belangrijkste maaltijd van de dag? Of moet je 4 of 5 maaltijden nuttigen? Afhankelijk van jouw type is dat wel of niet gezond. En ook als we kijken naar onze werkomgeving. Is jouw biologie, heeft die behoefte aan targets en doelstellingen? Krijg je daar energie van? Of is dat iets juist wat jou heel veel stress oplevert? En zo ook naar de omgeving zelf. Kijken naar temperatuur. Maar zeker ook naar geluid en impulsen. Sommige mensen hebben daar behoefte aan. Is zelfs voor hun energieniveau en gezondheid goed om veel in interactie te zijn met andere mensen. En voor anderen is het juist weer een overweldigende zaak. En het is nooit de druppel die de emmer doet overlopen. Althans, het zijn allemaal kleine druppeltjes. En als we nou in staat zijn om precies te weten, of meer precies te weten, wat die druppels daadwerkelijk allemaal bij elkaar kunnen opbouwen qua stress, en daar 1 voor 1 terug kunnen halen, dan zorgen we ervoor dat we meer optimaal en gezond kunnen leven en werken. Dus iedere trigger en uiting van stress is voor ons als individu anders. En wij hopen inderdaad dat we mensen meer inzicht in hun biologie kunnen geven, om zodoende meer werkgeluk en vitaliteit te ervaren. Dankjewel. Helemaal goed, mooi. Dankjewel Michael voor je presentatie. Ik zou zeggen, kom lekker bij ons aan tafel zitten. Dan gaan we het gesprek starten.
Maar niet voordat we eerst nog even een korte vraag. Want je vertelt dit heel mooi. Hè? Je ziet ook al direct resultaten van de interventies die jullie doen. En ik hoorde je zeggen, jullie zijn er al 20 jaar mee bezig. En 1 jaar in Nederland. Ja. En is dat dan, zijn Nederlandse mensen dan anders dan andere landen? Of zie je daar wat in of niet? We hebben een breed spectrum. We zien wel dat we in Nederland, als we dus teruggaan, hè, we kijken, iedereen is uniek, maar we brengen toch terug naar bepaalde types, archetypes. Mm-hmm. En dan zien we dat we in Nederland wel een verschillende soorten archetypes meer hebben dan bijvoorbeeld in Azië of in Australië, waar dit vandaan komt. Ja. Oké, okay, maar ja. Ze passen wel allemaal in een vakje, omdat jullie natuurlijk allemaal die hele strakke vragenlijsten hebben die dus iemand in een bepaald vakje laten vallen. Het is iets genuanceerder. Ja. Dus uiteindelijk zag je die hele complexe visualisatie. En dan zie je dat een profiel meer in een bepaalde hoek meer verbindingen heeft. En dan is de eerste lens, uiteindelijk hebben we 15 lenzen. De eerste lens is dan degene waarbij we zeggen, oké, dan val je in deze gezondheidscategorie. Maar uiteindelijk ben je dat nooit. Je bent altijd veel meer dan dat. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, zit er nou ook nog iets van een beloningssystematiek in? Dat je gezonder wordt. Maar zie je dat terug dan? Wat bedoel je met dat je net zo dat je krijgt, medaille punten kan bedalen. Verschillende applicaties en een daarvan is een challenge waarbij je inderdaad punten kunt scoren en dan zie je dat in Nederland wat minder goed loopt dan in de Anglo-Saxische landen. Ja. Waar het veel meer gaat over competitie. En dat heeft ook te maken met toch wel die andere typologieën die we hebben. Ja, okay. Dus wij geven daar een andere schoen aan. Maar ja, je kunt punten scoren, je kunt winnen, je kunt... In Nederland houden we meer van straffen dan van beloning. Dat kan ook. Hebben wij nog niet geprobeerd. Nee. Helemaal goed. Nou, we gaan zo eigenlijk heel natuurlijk vloeit het over naar naar het rondetafelgesprek. Dus, de kijkers thuis zien nu ook 3 nieuwe gezichten aan tafel zitten. Dus die wil ik ook graag de gelegenheid geven om zichzelf even kort voor te stellen. Ik begin hier aan mijn linkerhand, Annette Boekelman van Meizo. Zou je heel kort iets over jezelf kunnen vertellen, dat mensen weten wie er aan tafel zit? Ja, nou, Annette Boekelman, ik ben bestuurder bij Meizo. En Meizo is een grote zorgorganisatie voor ouderen in het noordelijk deel, zeggen wij altijd, van Noord-Brabant. Eigenlijk tussen de steden Gorinchem, Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch. Met 27 locaties en wijkzorg. Oké, super. Welkom. Fijn dat je kunt aanschrijven en met ons in gesprek kunt gaan over AI, wat dat voor de zorg zou kunnen betekenen. Naast je zit Bas van Oosterhout. Ook aan jou de gelegenheid kort even jezelf voor te stellen. Yes, ik ben Bas van Oosterhout. Ik ben bestuurder bij Amarant, een gehandicaptenzorg aanbieder eigenlijk over heel Brabant. Met 5000 medewerkers, 700 cliënten, dus een grote club. En ik heb een zorginhoudelijke achtergrond als klinisch psycholoog. Oké. Ook jij, welkom aan tafel. En tot slot Jasper Sens zit hier naast mij uit het Catharine ziekenhuis. Zou jij ook kort even iets over jezelf kunnen vertellen? Ja, zeker. Jasper Sens, manager van de afdeling Healthcare Intelligence binnen het Catharine ziekenhuis. En dat betekent dat wij eigenlijk de dataclub zijn binnen ons ziekenhuis. En we doen iets meer dan alleen BI, want we hebben ook een academisch randje in het ziekenhuis. We doen veel onderzoek, ook in het samenwerkingsverband met Philips en de TU. En sinds kort hebben we ook een heus expertisecentrum rondom Artificial Intelligence in samenwerking met onze IT-collega's opgezet. Dus dat is super gaaf. En van origine, ik ben afgestudeerd in de AI, dus veel interesse naar de verhalen van zojuist geluisterd. De juiste man op de juiste plek hier aan tafel. Nou, fijn dat je er bent. En laten we het gesprek met elkaar aangaan. En ik wil eigenlijk gelijk bij jou beginnen, want jij geeft aan, jullie doen al het een en ander met AI. Ja. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Ja, zeker. We doen al wat langer dan sinds kort wat met AI, maar dat waren veelal losse initiatieven in het ziekenhuis. En daar hebben we vorig jaar eigenlijk een brede visie op gevormd van, hoe gaan we hier nu mee om? En daaruit is, als resultaat is daar ons expertisecentrum uitgekomen. En dat is samenwerking met onze IT-collega's en met mijn afdeling. Want je ziet, we hebben een duidelijk IT-component op het gebied van architectuur met AI, maar ook heel erg data-gedreven natuurlijk. Daar komt mijn afdeling om de hoek kijken. En wat we eigenlijk doen, we bedienen niet één vlak van de AI-ontwikkeling, maar we willen eigenlijk vanaf de datavoorziening tot aan die implementatie en adoptie willen we de onderzoekers helpen om daar een succes van te maken. Okay. En bijvoorbeeld, ik hoor net adoptie bij het verhaal vanuit de NS, dus daar hoor ik graag ook meer van, want het is super interessant.
Ja, want daar zijn jullie ook al, of niet? Hebben jullie al... Nee, we zitten eigenlijk nog wat meer in de beginfase. Data beschikbaarheid, beschikbaar maken van data is echt een groot vraagstuk. Er gaat veel energie in zitten. Mm-hmm. Maar er worden ook wel eigen oplossingen ontwikkeld. En nou, met één oplossing gaan we nu het stapje maken naar implementatie en ook adoptie aan het bed, zeg maar. Ja. En misschien is het nog allemaal classified, maar kun je zeggen wat dat dan is, wat jullie gaan doen? Nee, ik noemde het net al in onze vorige gesprekjes. We hebben een algoritme die vallen kan voorspellen bij oudere patiënten. Okay. Dat doet het algoritme op basis van de verpleegkundige rapportages. Die gaat tekstminen en daar haalt hij triggers uit waarmee hij kan voorspellen of iemand een risico heeft op vallen. En als je dat doet, dan kun je daar weer tegenmaatregelen voor nemen. En dat is voor de patiënt fijn als ze niet valt. Maar ook, er komen er eerder bedden vrij, want iemand die valt is weer langer opgenomen. Dus dat is een win-win aan twee zijden. Ja, wauw, mooi, ja. Mooi. En terecht ook het linkje wat je legt naar de presentatie van Geert, hè, over implementatie is nogal een uitdaging bij AI. Kun je daar eens iets over vertellen, wat we daarvan kunnen leren dan? Wat zijn jullie adviezen, zeg maar, wat werkt bij jullie? Ik herken me wat hij zegt. In eerste instantie begin je heel erg bezig met het krijgen van data, überhaupt, hè, en goede data. Je moet die algoritme gaan bedenken. Dus je hebt ook mensen bij elkaar te trekken. Dus je bent heel erg daarop gefocust. En de business, ons de business zegt altijd eerst van, die kijken ook een beetje, daar moet het vandaan komen. Maar tegen de tijd dat je dat enigszins op orde krijgt, dan krijgt het ook een beetje warm. Van ja, weet je, het moet ook wat gaan opleveren. Hè, dus je wil ook het effect zien. Ja. En dan kom je achter dat dan daar ook echt wel heel veel change management aan de orde komen. Hè? Want het heeft, ja, eerst, wij kwamen er bijvoorbeeld achter doordat de materieelregelaar die moet bepalen welk nieuw materieel die inzet, of dat hij het naar onderhoud stuurt, deed dat heel veel in zijn hoofd. Wij vonden nou dat hij dat moest vastleggen. Maar hij was gewend om dat eerst te doen en pas na een half uur later pas vast te leggen. Dat betekent dus dat je beslisondersteuningssoftware was niet accuraat genoeg. Dus daar moest ook wat gebeuren. Hè? Dus hij moest dat eerder dat toegeven. En hij moest ook gaan vertrouwen op dat advies wat het gaat geven. Dus er zit echt wel heel veel achter als je eenmaal zover bent dat je enigszins een algoritme met een relatief goede voorspelbaarheid hebt gemaakt. Ja, ja. Nou, een van jullie zei dat ook. Het 70% eigenlijk accepteren en gedrag. Ja. En maar 30% die techniek. En dat zien wij in de ouderenzorg ook. Ja. Mooi voorbeeld vind ik daarvan van de het is niet zo'n chic onderwerp, maar slimme inco. Mm-hmm. We hebben chips in incontinentiemateriaal. En door die chip kunnen wij patronen zien in ontlasting. En betekent het ook dat we sommige cliënten ook weer continent krijgen. Dus die kunnen weer zelf zichzelf daarin verzorgen. Ja. En dat zijn natuurlijk wel mooie, mooie ontwikkelingen. Maar data, het gebruik, het besef dat data is en dat je daarop moet sturen. En dat het ook een voorspellende waarde heeft, dat is eigenlijk wel in ieder geval voor onze sector best wel nieuw. Ja dat kan ik en daar, beginnen we, ja, daar zetten we nu de eerste stappen in. En dat begint al aan de voorkant, dat we met de leverancier af moeten spreken dat de data van ons is en niet van hun. Ja. Nou ja, wat leren we dan van het bedrijfsleven, hoe belangrijk deze zaken zijn? Want dat zit natuurlijk niet in de genen van een zorg. Van een zorgmens om daar naar te kijken. Nee. En dat zijn nu voorzichtig de stappen die we gaan zetten. En ik denk dat wij beschikken over heel veel data, want wij leggen natuurlijk alles rondom die cliënten in onze organisaties vast. En dat betekent dat we eigenlijk ook die data moeten gaan gebruiken. Wat kunnen we ermee? Mm-hmm. En hoe gaan we het dan vooral prospectief in gaan zetten om een voorspellende waarde te hebben? Ja, en hoe zorg je dat die data ook wel, want we leggen inderdaad heel veel vast in de zorg, maar dat die ook wel zo wordt vastgelegd dat je er ook echt iets mee kunt, hè? Want daar zit ook nog wel wat tussen. Ja. Ja, ik heb ook wel wat zeggen. Ja, een vraag ook aan jullie drieën eigenlijk. Als je kijkt naar de toepassing van AI of het gebruik van data, dat komt ook heel erg neer op vertrouwen. Hè? En zeker in de zorg, waar medewerkers vooral gericht zijn op de handen aan het bed, flink aan de slag. En ik heb bijvoorbeeld dus meegewerkt aan een algoritme wat opnameduur voorspelde en suicidaliteit. En toen merkten we heel erg dat we ingehaald werden eigenlijk door zorgmedewerkers die vragen gingen stellen van ja, wat betekent dat dan als we suicidaliteit kunnen voorspellen en wat moeten we er dan wel mee? Hè? Dat is wel heel spannend. En hoe hebben jullie eigenlijk in de projecten die jullie hebben gehanteerd goed die eindgebruiker aan het begin betrokken of het gebouwd aan het vertrouwen? Welke stappen zetten jullie daarin? Nou ja, als wij een programma initiëren bij een organisatie, dan is een goede onboardingproces echt heel belangrijk altijd. En we zijn zelf nog goed aan het onderzoeken wat voor type organisatie is het.
En hoe diep willen ze meegenomen worden in hoe het werkt om tot het vertrouwen te komen. Mm-hmm. En we zijn erachter gekomen dat voor ons, hoe wij het toepassen, dat het inderdaad echt gaat over dat stuk vertrouwen. Dat stuk vertrouwen krijg je niet alleen maar door nog dieper uit te leggen hoe dingen werken, want op een gegeven moment wordt het zo complex dat het eigenlijk niet begrijpbaar wordt. Ik neem altijd het voorbeeld van de telefoon. Ik weet niet hoe die telefoon werkt, maar ik weet wel hoe ik ermee om moet gaan en wat ik eruit kan halen wat me oplevert. En natuurlijk werken wij in een omgeving waar wij leefstijladviezen geven. He, dus dat is iets wat iemand aan kan nemen, het kan gaan toepassen en kijken of het effect heeft, ja dan nee. Dus heel wat anders dan wanneer het kritieke proces raakt. Maar ergens mensen meenemen in een begrip waarbij er vertrouwen kan ontstaan om het te proberen. En dan te zien of het inderdaad werkt. Nog toevoegingen? Ik heb 12 jaar bij TomTom gewerkt. Dan hebben we verkeersinformatie gemaakt met al die data die we binnenkregen. En om het vertrouwen te wekken, we konden meten hoe het vertrouwd werd. Want wij hadden rechtstreeks contact met al die apparaatjes. Dat is maar je ziet ook of ze doen wat er gezegd wordt. Ja. En je kunt dus eigenlijk daaraan zien of ze het aan het vertrouwen zijn. En dan zie je toch gewoon dat je gewoon vasthoudt aan kwaliteit moet doen. We zaten ook te kijken, van, kunnen we het niet wat beter maken? Dat als je toch niet geluisterd had, dat je naderhand kon zeggen van ja, het toch moeten doen, had je 3,5 minuten spaart of zo. Of, dat hebben we niet gedaan. Maar je kon wel zeggen, als ze het goed deed, dat je ze dan ook zei van, nou, het klopt, want dat is inderdaad, dit is je reistijdwinst en zo. Maar dat hoefde eigenlijk niet. Je merkt gewoon dat als je, dat is dan eigenlijk die wisselwerking tussen dat vertrouwen en die kwaliteit. Dat als wij maar constant bleven, wij konden gewoon meten dat de mensen, naar verland, als we het maar goed deden, automatisch wat beter gingen volgen. En dat zie je ook met die systemen die auto's veilig maken. Wat ik al zei, dat zijn van die irritante piepjes die je in het begin afzetten. Dus weet je wel, dat, als je naar rechts gaat, dan wordt de piep als je door de lijn gaat. Ja, dat zijn dingen, als je nou weer iets naar de volgende fase, dan doen ze net alsof je over zo'n ribbellijn lijkt. Weet je? Dan krijg je een klein pulsje op je wielen en je zegt zo'n brom aan de rechtse kant. En mensen hebben vaak niet eens in de gaten dat niet die lijn is, maar dat gewoon kunstmatig gedaan wordt. Dan heb je dus niet de herrie voor de omwoners, want dat is het nadeel van die ribbellijnen. Ja. En dat soort dingen wordt niet uitgezet. En als je dat allemaal meet en maar steeds verbetert, dus gewoon het meten wat daadwerkelijk de resultaat is van je eigen acties, dan kun je daar ook op sturen en zeggen, hey, nou zijn we de goede kant op aan het gaan, hier moeten we verder op doorzetten. Want mensen gaan ook echt doen wat wordt geadviseerd. Ja, dus als je het gedrag een beetje kunt meten, dan moet je natuurlijk wel kijken of je dat allemaal mag en zo allemaal, want dan loop je echt op de grens. Je moet die grenzen wel altijd opzoeken, want anders innoveer je niet. Ja. Mooi. En vooral ook de gebruiker, denk ik, heel dicht bij betrekken. Op die manier waardeer je hem ook dus in zijn kennis. Mm-hmm. Die kennis, en juist de combinatie met een slim team, daar kan het juist uit geboren worden. Ja. Die interactie heb je heel hard nodig. Nou, zeker als het een probleem gaat oplossen. En wij zien dat bij, wij noemen dat even track and trace. Hè. We hebben natuurlijk cliënten met dementie. En de nieuwe wet zegt dat wij eigenlijk de deuren open moeten zetten. Mm-hmm. Nou, medewerkers zijn natuurlijk ontzettend bang om een cliënt kwijt te raken. Ja. En dat is natuurlijk wel het mooie van de slimme horloges, et cetera. Dat we kunnen zien, eigenlijk door het GPS-systeem waar ze zich bevinden. En als je dat natuurlijk een paar keer gezien hebt en je ziet dat ze steeds hetzelfde rondje lopen, maar toch weer terugkomen, kan je er ook op gaan vertrouwen. Ja. En dat is natuurlijk wel het mooie van die vernieuwende techniek. Ja. Aan de ene kant wordt natuurlijk gezegd, het is een inbreuk op de privacy van de cliënt. Maar aan de andere kant geeft het ook zoveel comfort om de ander los te laten. Want het alternatief is toch dat we de deur weer dicht doen. Ja. Ja. Dus het is steeds zoeken en balanceren tussen die spanningsvelden. Ja. Ja, en ook die balans, hè, dus wat ik Carlo zo mooi van vertelde, het is niet alleen maar de computer die het beslist, nee. Het is echt dat samenspel. Hè, dus, en dat vertrouwen moet natuurlijk groeien, maar op het moment dat je dat echt gewoon gezamenlijk doet en dat er niet een computer zegt, nou ja, nu gaat het zo of nu gaat het zo, kan daar inderdaad, denk ik ook wel helpen om mensen te overtuigen van, joh, het is niet dat de computer het overneemt, er komt gewoon even iemand meekijken. Ja. Nou ja, het mooiste zou natuurlijk zijn dat op het moment dat die afwijkt van zijn route, dat we dan een signaal krijgen van, hé, hier gebeurt opeens wat. Want dat is dat wil je in de auto, maar dat wil je natuurlijk eigenlijk bij dit soort inzet van dit soort technologieën zou je dat ook willen. Ja. Oh, wordt dit al gebruikt met horloges? Nou, met horloges. Het wordt wel. We volgen wel het GPS-systeem. Dat kunnen we zien. En maar we hebben daarvoor nog lijnen in de grond, zodat we zien of een cliënt over een bepaalde over een bepaald perceel heen gaat. Maar wat je zou willen is dat je veel meer die patronen ziet. Ja, als ik op mijn horloge kijk en ik loop hard, dan zie ik precies welk rondje ik heb gelopen. Nou, dat zou je
als je dat 3-4 keer van een cliënt hebt gezien en ze lopen steeds hetzelfde rondje, ja, dan is het mooi dat je weet, hey, dat is een vaste patroon, want hij komt weer terug. En je zou eigenlijk een signaal dan ook willen, maar dat is de volgende stap. Hè. We hebben deze vraag ook niet gesteld. We zijn al lang blij dat we zien waar de cliënt is op dit moment. Ja. Maar dit zijn natuurlijk wel de dingen die je samen, en ik vind juist het mooie dat het technologie is die er al is, als je dat eigenlijk met de leveranciers verder kan ontwikkelen, waardoor het ook nog beter bruikbaar is voor de zorg. Daar zit een win-win situatie, want je wil eigenlijk geen apparatuur die alleen voor de zorg bestemd is, want die wordt veel te kostbaar, want dat is een veel te kleine groep die hem afneemt. Ja. En de vraag is of je het wel moet aanpassen, hè? Want we zijn in de zorg natuurlijk wel koning, vaak om te denken, ja, maar wij zijn heel bijzonder, want het moet echt net even anders, het moet linksom. Dat willen we juist niet. Exact, ja. We hebben een vraag van een van de kijkers, en dat gaat over de belangrijkste kansen en bedreigingen. En dat wil ik eigenlijk even aan jou vragen, Jasper, met jouw ervaring. Als je het hebt over, je hebt jouw achtergrond en jouw dagelijks werk en je hebt deze sprekers gehoord. Wat zijn voor jou nou belangrijke kansen die jij ziet voor AI in de zorg? Die kansen zijn enorm en die liggen op het vlak van efficiëntere zorg, maar ook zeker op betere zorg. Het is te veel om op te noemen, denk ik. Mm-hmm. Efficiëntere zorg is denk ik dat je een arts gaat helpen om de makkelijke diagnose bijvoorbeeld geautomatiseerd te doen, dat je zich kan concentreren op de complexe gevallen. Betere zorg, nou, ik noem net het vallen algoritme, daar wordt de zorg beter van. AI kan sommige dingen gewoon beter doen. Ja. En nou, je hebt zoveel casussen die mogelijk zijn. Dat is wel een hele brede vraag, maar ik denk dat het echt een speeltuin is, bij wijze van spreken, voor mogelijkheden. Ik zie het aan je gezicht ook. Dus dat ligt nog allemaal open. Maar misschien is dan die andere vraag die gesteld werd nog wel interessanter. Van wat zijn nou, en dan kijk even naar de pitches, over de nadelen. En waar moeten, jullie hebben al veel meer ervaring op het gebied van AI dan wij in de zorg. Wat zijn nou dingen waar ze zegt, nou, dat is toch wel flink tegengevallen. Die voordelen kunnen we met z'n allen verzinnen, maar ja, het zijn toch ook wel dingen gebeurd van we dachten, oh, dat is een nadeel. Ik heb proberen duidelijk te maken dat inderdaad dat gewoon een nadeel is dat je dat niet alles in regels te vangen is. En dat is wel erg lastig. En je zou dus ook bij elke sector zou eens een keer goed moeten kijken wat is allemaal volgens de regels en hoeveel mensen zitten daar nog op te werken. En daar moet je op gaan concentreren. En wat zijn er allemaal dingen? Er is in de zorg heel erg veel die zich niet in de regels laten vangen. En laat ons daar dan ook gaan concentreren. Maar er moet wel een hoop zijn wat weg te schuiven is. Want ja, ik heb eens een keer zo'n beeld gezien van in het begin van de telefonie, dat mensen nog met kamertjes zaten te switchen. Dan kon je zo uitrekenen dat nooit iedereen toegang zou kunnen hebben tot een telefoon, want dan had je te weinig mensen, want er zijn niet genoeg mensen voor. Dus dat hebben we gelukkig geautomatiseerd. En zo'n slag moeten we ook nog wel maken, want je kunt zo nu uitrekenen dat we meer mensen in de zorg nodig hebben dan dat er mensen zijn, überhaupt. Ja. Dat is een gigantisch probleem. Dus om daarop in te haken, het risico denk ik nu is dat je een AI-systeem naast een dokter gaat zetten en dat de dokter gaat verifiëren wat het AI-systeem heeft gezegd. Dus heb je de kosten van je AI-systeem, een dokter die ernaast zit, is duurder, kost meer tijd. Wat als de dokter het oneens is met het AI-systeem? Ik denk dat als we die kant op gaan, dat wel een risico is. Dan zou dat in deze fase ook niet oké kunnen zijn? Dat je het nog even samen optrekt en die beslissondersteuning. Ja, dat zou leergeld zijn. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Dat is ook wel soms het gevoel wat ik denk dat nodig is om even wel dat samen te doen. Hè? Wat ook in een van de presentaties terugkwam van goh, mens en machine moeten daarin even wel samen optrekken. Ja, en bij auto's is er nog een keer een Weense conventie is er erg geweest dat te allen tijden is de berijder verantwoordelijk voor wat het voertuig of het dier doet. Dat is wel leuk om dus als het paard op hol slaat en een porseleinwinkel in, dan ben jij verantwoordelijk. Dus dat is eigenlijk wat nu tegenhoudt, dat als er een ongeval met de auto gebeurt, hoe gek je ook doet, dat de berijder nog altijd verantwoordelijk is. Dus legaal kun je nog niet die verantwoordelijkheid aan de machine overgeven. Ik weet niet waar we moeten gaan zoeken om op een gegeven moment ook adviezen in de medische wereld, uiteindelijk toch ook juridisch, bij een machine kunnen neerleggen. En wie is er dan verantwoordelijk als er toch een keer een fout gemaakt wordt? Want er zal een keer een fout gemaakt worden. Maar ja, als het 1000 keer minder gebeurt dan menselijk, moet je het dan tegenhouden vanwege die ene fout die nog kan gebeuren. Ah ja, we weten dat Watson eigenlijk 10 keer sneller en 10 keer betere diagnose geldt. Het gaat dan nog ooit fout. En mag een machine wel een fout maken? We zijn niet zo tolerant naar machines dan naar mensen. Ja. Ik vind het wel een mooie parallel. Ik sprak laatst een piloot van KLM over automatische piloten.
En die vertelde mij, wij stijgen op. Hè, en dat kan dan niet met de automatische piloot. Maar verder eigenlijk de hele vlucht en zelfs het landen kan allemaal door die computer gedaan worden. Dus ik stelde exact die vraag. Wat nou als er wat misgaat? Hè, wie is er dan verantwoordelijk? Ja, ik natuurlijk, zei hij gelijk. Dat was ook helemaal een no-brainer. Hij was gewoon verantwoordelijk. Omdat hij wel de verantwoordelijkheid heeft om mee te kijken. Dus ik weet eigenlijk niet of het wel heel noodzakelijk is dat die schuld dan bij een computer neergelegd moet kunnen worden. Ja. Nou, ik kan je zeggen, volgens mij stijgen ze ook wel automatisch op. Oh ja, maar KLM misschien nog niet. Ja, dat zegt hij, omdat hij zijn baan... ik zat ernaast, maar... Ja, goed, voordat wij in een vliegtuig zonder piloot stappen, lijkt me toch wel even... Dat is wel iets over gaan. Ja. En trein zonder chauffeur, de metro's en prijs, die hebben natuurlijk al. Dat is toch wel het... Dubai ook. Ja, dus dat komt toch wel een keer. En daar zou ik niet zo'n probleem hebben. De lift stappen ook in. Hè. Dat mocht tot 1922 ook niet. Er moest een lift-operator zijn. Want vooral die deuren, die zijn ontzettend gevaarlijk. Ja, die konden mensen leven. En als we nu de lift dreigen, tenminste, dan... Nog even onze arm door tussen de kaken van de haai. Dus of we moeten wel een drempeltje heen. Maar misschien moeten we eens aan de treinen kijken. Want daar nou niet gelukt. Dat is, in alle bescheidenheid lijkt me dan net iets makkelijker dan een auto of een vliegtuig. Ja, maar ook daar komen we tegen praktische dingen aan. Hè. Ja. Dat sommige wissels gewoon nog met de hand bediend moeten worden. Dus die machinist moet gewoon nog eventjes de lok af om met de hand dus de wissels te bedienen. Omdat we de investering niet waard vinden, hè, want dat vraagt ook heel wat. Dus dat zijn hele praktische dingen. In Nederland gebeurt dat gewoon? Ja, zeker. We hebben stukken spoor waar op stelterreinen, maar ook op spoor waar gewoon nog de machinist... De trein uit moet. Ik word opgeleid als treinassistent, dus ik krijg... ook, dus ik kwam ook bij zo'n opstelterrein, dan moet je op zo'n knop drukken en dan gaat dat die wissel. Nog net niet inderdaad helemaal stappen, maar zo leren we. Je hebt ook soms eerst te automatiseren voordat je kan digitaliseren, voordat je dus ook dit soort modellen daarop kan loslaten. Ja. Maar we moeten die grens wel op blijven zoeken, want anders dan zitten we inderdaad allemaal in de zorg later. Wat wel gezellig is, maar... Het is al heel gezellig in de zorg. Ja. Dus op maar we denken ook, wij denken tenminste in de oudere zorg hebben we becijferd dat we ongeveer 30% van ons personeel moeten vervangen door middel van technologie. En hoe dan precies? Ja, wij kunnen denk ik op het gebied van logistiek, wij kunnen echt heel veel leren van de NS of andere partijen. Hoe richt je nou die processen zo efficiënt mogelijk in? Het lastige alleen is dat de klant natuurlijk... Dus heeft, een trein is er ook op dat tijdstip. En dat hebben we maar te accepteren, dat hij daar op dat tijdstip is. Maar een mevrouw die bij mij woont zegt... Ja, maar ik wil toch echt niet om 7:30 verzorgd worden. Ik wil pas om 9:50. Ja. En dan loopt je logistieke proces natuurlijk toch wel weer met alle looplijnen. Maar goed, als je natuurlijk kijkt naar steeds meer robotisering, is maar de vraag of mevrouw toch niet ondersteund door een robot voor een deel ook verzorgd kan worden. Dus het vraagt echt heel anders kijken en denken. Ja, ik zie ook wel die kansen op als je naar kwaliteit van zorg kijkt. Hè, wat niet alleen die effectiviteit van die interventie is, maar ook over doelmatigheid gaat, over toegankelijkheid, over... billijkheid, hè. Bedienen we alle doelgroepen goed, dan zie ik eigenlijk op alle terreinen echt wel duidelijke kansen. Zeker als ik jullie zo hoor praten, denk ik, nou, die gepersonaliseerde kant, die kunnen we sowieso meer vormgeven met AI. Mm-hmm. Maar ook die meer het secundaire proces van zorg, daar vind ik hem ook wel boeiend als je kijkt naar van hoe kun je nou die logistiek beter doen? Hè? Hoe kun je kijken dat je bedden goed gevuld blijven? Niet omdat dat een verdienmodel is, maar omdat je gewoon de toegankelijkheid van de zorg eigenlijk wil verbeteren. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het roosteren met een algoritme. Hè. Dat is nu een hele bron van stress vaak. En we gaan gelukkig maken we steeds meer stappen. Maar het is echt wel gedoe vaak in teams. Hè. Daar gaan mensen echt van over de rooien als ze hun diensten niet goed ingepland krijgen. Dus daar zie ik wel echt de mogelijkheden. Ja. En ik merk wel dat met name in die langdurige zorg... is het ook nog wel een beetje de juiste stappen zetten. We zijn nu goed bezig om onze data... basis goed op orde te krijgen en ook de organisatie een beetje rijp maken. En je merkt wel, als het gewoon over reguliere zorgtechnologie gaat, zoals slimme inco of een slimme sok die agressie voorspelt, dan is het nog acceptabel. En als het bij algoritme komt, dan moeten we echt wel een beetje helpen. Ja. En ook in kleine stappen vooruit gaan.
En doen jullie dat ook al in de praktijk? Of zit jullie echt nog in die stap daarvoor van data netjes maken? Ja, we zitten echt wel in die stap daarvoor. We onderzoeken nu vooral inderdaad als het gaat over die zorglogistiek. Hoe kunnen we daar AI in gebruiken? Dus misschien moeten we eens een keer gaan praten. Ja. Kunnen we wat uitwisselen. Ja. Ja. Voor verzuim ben ik overigens ook wel gevoelig om daar eens goed naar te kijken. Dus ik zie nog wel zover zijn allemaal vervolgafspraken voor me. Dus, en de spraaktechnologie is natuurlijk wel iets meer realiteit. Dat je kan inspreken, dat je ook een lerend systeem krijgt, dat die ook de plek weet van waar het thuis wordt in douchen. Hey, en staat dat, en dat is ook een vraag van iemand van de kijkers, zorginstellingen zijn bezig met het uitwerken van hun visie op datagedreven werken. Zetten jullie dit soort dingen ook in jullie visies over hoe jullie naar de toekomst kijken, dat dit een belangrijke rol daarin krijgt? Zeker. In onze strategie staat letterlijk dat wij aan het voorbereiden zijn om zeg maar in 2030 30% van de zorg toch middels technologie ingericht te hebben. En eigenlijk waarbij we het belangrijkste doelstelling vinden is dat de klant het zelf wil kunnen blijven doen. En wil onafhankelijk zijn van die medewerker. En dat is eigenlijk de belangrijkste drijfveer. Daarnaast levert het natuurlijk een stuk arbeidsbesparing over, waardoor we zorg beschikbaar houden voor de mensen die we het hardste nodig hebben. Want we weten gewoon, er zijn zo meteen nog maar 2 werkenden op 1 oudere. Mm-hmm. Dus we moeten echt iets gaan doen. Want anders loopt het hele zorgsysteem vast. Ja. Mooi. Ja, bij jullie ook zo? Ja, zeker. En het is ook stapsgewijs. We pakken hem ook heel erg samen met sociale innovatie. Dat is natuurlijk minstens zo belangrijk. Ja, zeker. Nou, dat je kijkt bij die implementatie, denk ik ook. Ja. Dus dat mensen het, ja. En ook de eerste vraag die we eigenlijk stellen, daar hadden wij het van tevoren even over. De vraag die vaak overgeslagen wordt van wat kan de cliënt nog zelf? Hè? Ja. In plaats van dat je zegt, goh, laten we dit eens overnemen. Van wat kan de cliënt zelf? Dat is eigenlijk de eerste stap. Wat kan zorgtechnologie doen? Wat kan de omgeving doen? Hè? Dan kom je meer in ecosystemen, sociale innovatie. Etcetera. En zo denken we eigenlijk, pellen we hem een beetje af. Dus het zit allemaal in die visie beschreven. Ja, ja. Dat vind ik wel heel fijn om te horen. Want een van de zorgen die ik soms wel eens heb, is van welk systeem gaan we middels AI, wat dan gezien wordt als een heel belangrijk instrument, optimaliseren? Zijn dat de systemen die ons daadwerkelijk echt naar die toekomst toe brengen? Of is dat iets wat als het ware de vernieuwing, de echte vernieuwing, de radicale vernieuwing van hoe we ons hele systeem gaan inrichten, misschien wel juist een remmende werking. Ja. Ja, dus dat is ook een vraag die ik dan neerleg bij een ieder die hiermee bezig is. Van wat optimaliseer je? En ben je een huidig systeem wat al aan het kraken is, langer vol aan het houden? Of ben je daadwerkelijk radicaal een vernieuwing mogelijk aan het maken? Ja, wat ik zelf wel een boeiend document vond, was Healthcare Horizons van KPMG. Die zeggen ook heel duidelijk van ja, je kan wel helemaal je richten op die digitale transformatie. Is ook super belangrijk. Maar minst zo belangrijk is natuurlijk je strategische personeelsplanning. Dat je echt nadenkt over de beroepsgroepen van de toekomst. En met wie ga je dat dan bemensen? En ook het dichter bij elkaar brengen van die zorg en samenleving. Dus echt dat denken in ecosystemen. En als je alleen in je inzet op optimalisatie of verdere digitale transformatie, ga je het ook niet redden. Dus je zult op alle drie die speerpunten iets moeten doen. Ja. Dus dat vind ik wel een mooie aanvulling die je eigenlijk geeft. Van richt je niet alleen op optimaliseren, maar ook op het breder perspectief. Ja. Ik denk dat die sociale innovatie zeker zo belangrijk is. Want eerlijk gezegd, is dat de kern is dat we het met elkaar echt gaan omarmen, dat we het anders moeten gaan doen. Ja. En daarbij gaat zowel die digitalisering, die automatisering en die technologie helpen. Ja. Maar het zit in het gedrag. Ja, ja, dat slaat ook wel. Ik zou zeggen, in die visie, hè, dat ging over vragen, wat zou je daar. Ik zie daar ook wel, wat je daar ook aan toe moet voegen, is denk ik gewoon heel puur. Hoe ga je om met je data governance? Hoe zorgen dus dat je je data ook echt toepast daar waar het voor mogelijk mag zijn? Hè? Dus dit zit ook heel veel vertrouwen in. Dus dat heb je gewoon goed te regelen. Dus je governance heb je goed te regelen. En dat gaat niet zomaar. Mm-hmm. Dus dat vraagt ook iets van mensen. Dus heel makkelijk is er een dataset gecreëerd. En dat kan alle kanten op. Dat merken we ook uit de pers afgelopen tijd. Ja, zeker. Dus dan moeten we denk ik heel. En ook de manier hoe zo'n oplossing. Daar heb je echt samenwerking intern nodig. Hè? Dus en met IT wat je, en je business. En met data. Dus daar zeggen we business, IT, data. Gezamenlijk liefst in een multidisciplinair team. Dat maakt dat het een succes wordt. Ja. Dus ga het vooral niet uitbesteden aan de dataafdeling. Of aan een leverancier. Ja. Echt gezamenlijk. Dat is, ja. Ja. En wij zijn juist aan het kijken wat voor type medewerker wij dus op de werkvloer nodig gaan hebben om dit te gaan faciliteren. En daarvoor houden we nu hackathons. Daar hebben we ook externe partijen bij uitgenodigd. Van kijk nou eens met ons mee. Wat hebben wij nou op die werkvloer nodig
om die veranderingen waar we met elkaar over hebben, om die te kunnen bewerkstelligen. Ja. Want het moet uiteindelijk ook van die werkgroep komen. Dus het is hartstikke leuk om de hackathon te doen, want dan ga je het ook aanzetten. Dus ook echt investeren in digital awareness of data awareness, hoe we dat noemen. Maar dat, en je neemt mensen dan ook echt mee. Hè? En dat sluit trouwens heel mooi aan op een vraag ook van een van de kijkers thuis. Hè? Wat betekent dat nou voor de kennis en kunde van de zorgprofessional? Hè? Als we dus meer AI gaan inzetten, wordt het dat een soort mensen achter de computer die uitlezen wat er precies moet gebeuren? Of wordt het een vermenging met IT? En daar vind jij wat van? Ja, daar vind ik wel van. Want ik vind het juist als het goede AI is, dan heb je juist minder computertechnici nodig. Want dat is het werk wat ze overnemen en zo. Maar dus dat, we moeten dus, dan maak ik net een fotootje van die robot aan de mens. Het is, als het goede AI is, maakt het ons menselijker. Omdat de taken die overblijven juist die menselijke taken zijn. Ja. Dus ik denk dat we alleen maar menselijkere mensen nodig hebben in plaats van dat wij... Het zijn geen computerprogrammeurs. Het is leuk van ChatGPT nou, dat eigenlijk het eerste baan die overbodig dreigt te maken zijn de programmeurs. Ja, dat is heel worden echt. Je kunt gewoon vragen, we maken even een programma voor mij. Dus we hebben juist minder programmeurs. Ja, met alle, die hebben we ook nog wel nodig hoor. Het tekort aan de programmeurs wordt misschien iets minder, laat ik het zo zeggen. Maar nee, de zorgprofessional moet... Maar dat moet menselijker worden, ja. Vind ik een hele mooie, en ik ben het helemaal met jou eens hoor, maar dat vind ik wel een mooie boodschap ook naar zorgprofessionals. Hè? Want het is natuurlijk vaak de vraag van, ja, wat betekent dat nou voor onze baan als dadelijk die computer het over gaat nemen? Maar het is dus niet zo. Die haalt alle ballast die gewoon door een computer gedaan kan worden eraf. Zodat je als het goede AI is. Ja, dat is wel de... En dat zal het uiteindelijk wel zijn. En je krijgt een andere samenstelling van je team. Het gaat over samenwerken. Mm-hmm. Je krijgt een andere, dus je hebt andere mensen op je werkvloer rondlopen. En ik ben het helemaal met jou eens. Zodat de professional, de zorgprofessional, ook datgene blijft doen. Ja, waar die goed uniek in maken. Ja. Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld van wat er bij ons gebeurt. Hè. Dus in die zin, doordat de kennis als het ware in het systeem zit, hebben wij geen specifieke experts nodig. Maar we hebben nog wel coaches nodig, veranderaars nodig. Die mensen kunnen helpen om het te gaan implementeren. Want iets weten, iets kennen, is nog wel heel wat anders dan het zelf toepassen. Maar het betekent dat er gebruik gemaakt kan worden van mensen die dus in staat zijn om mensen te coachen of veranderen trajecten aan te gaan, zonder super diepgaande medische kennis nodig te hebben. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja. Ik zie nog een leuke vraag uit het publiek. Welke briljante mislukkingen hebben de sprekers meegemaakt in het proces van het inzetten van AI? Nou, we gaan allemaal mensen glimlachen. Ja, juist. Ja, dus de floor is yours, Geert. Ja, onderdeel van experimenteren is er ook dat er heel veel fout gaat. Hè. Dus, dus maar ook welk moment van in de fase gaat het fout. Maar we hebben ook trainees, hè, jonge afstudeerden, die stoppen we in een groep, in het team. En die krijgen ook de ruimte dus om te experimenteren en modellen uit te proberen. Dus daar hadden we volgens mij ook, proberen we ook te voorspellen op basis van een alarmnummer, of we dus die tekst konden analyseren zodanig dat alleen maar de echte alarmen doorkwamen en met prioriteit werden afgehandeld. Nou, dat is eigenlijk stilgezet, omdat de techniek of de modellen die we hanteerden nog niet zo specifiek genoeg waren om echt ook het alarm uit te halen. Dus soms stop je gewoon dingen. Dus ik kan nog niet zeggen van, nou, we hebben echt briljante mislukkingen, want we hebben heel veel ellende gehad of zo. Ja. Is dat briljant? Maar briljant is denk ik ook dat je tijdig stopt, dat je denkt van, hé, weet je, we kunnen hier blijven investeren, maar dit is eventjes toch niet zo ver. Ja, en wat volgens mij met briljante mislukkingen ook wel bedoeld wordt, is dat je soms iets doet met een bepaalde reden en dat mislukt falikant. Denk aan de post-it briefjes die gemaakt werden, omdat ze eigenlijk bezig waren met een lijm die helemaal niet bleek goed te kunnen plakken. Maar uiteindelijk dus een hele mooie nieuwe ontdekking was dat het papiertje waar je die heel makkelijk weer los kon halen. Dus zijn die misschien ook tegen dingen aangelopen van je dacht, nou, hier gaan we mee, mislukt helemaal. Ja. Maar hey, dat kunnen wel we wel een leuke. Ja, Jasper, vertel. Nou, vorige week hoorde ik een mooi verhaal van een interventieradioloog. Die hadden een AI-app ingekocht en die kon herseninfarcten herkennen. Nou, daar waren ze heel blij mee. Dan werd de herseninfarct werd herkend en dan kregen die interventieradioloog kregen een pushberichtje. En dan kon ze aan de slag, want dan moet je snel oplossen, want iedere minuut sterven er zoveel neuronen af. Ja. Maar bleek nou dat het herkennen van die infarcten deed eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus dat gebruiken ze niet meer. Maar die pushberichten, daardoor zijn ze in staat om 10 minuten sneller die interventie te doen. Dus nu gebruiken ze eigenlijk die hele applicatie niet meer, die AI-applicatie, maar wel de push-functionaliteit. Zodat ze daardoor sneller de interventie kunnen doen. Dus ik denk, Help me even, want dus we krijgen een pushbericht. Op een telefoon. Oké, dus ze weten gewoon, hey, er is iets aan de hand. Ja, dus en dan moet ze snel schakelen, dus dan hebben ze dienst. Ja. En dus, een hele AI-oplossing.
super fancy, maar ze gebruiken gewoon een pushberichtje die die applicatie verstuurt. Ja. En daarmee hebben ze 10 minuten tijdswinst, wat heel veel betekent voor die patiënt. Ja, nou, dat is eigenlijk wel, wel een mooi, mooi voorbeeld, denk ik. Ja, precies. Zeker een briljante mislukking. Ja. Ja. Hebben jullie nog meer voorbeelden? Ja, ik reed een keer met mijn ontzettend slimme auto over die snelweg Luik uit richting de Ardennen. Ja. Het rijdt alles 120, 130. En daar hadden de wegwerkers een bordje vergeten weg te halen. Het was duidelijk dat dat niet meer hoorde. Maar het was aan de weg geweest, er stond een bord 50 rechts van de weg. Dus alles reed 120, 130. Ik zag, ja, dat is een vergeten bord. Mijn auto ziet dat bord en die wil 50 gaan rijden. Ja. Dus het is natuurlijk levensgevaarlijk. Dat gaat ervoor dat je dan toch even... Ja. Het overigens wettelijk moet je daar 50 rijden. Dus hij hield zich netjes aan. niet altijd. Verder worden de meeste dingen... Er zijn heel veel correlaties die niet waar zijn. Omgekeerde correlaties of verkeerde correlaties. Daar kun je... is de brand, als de brandweer in je huis geweest is, dan is je huis meestal een rommel. Hè? Als je brandweer niet bellen, want dan wordt je huis een rommel van. Dat kan een verkeerde correlatie zijn. allemaal. En als je op spurious correlations kijkt, dat is voor de mensen thuis, hebben ze nog een leuke middag, dan kun je alle correlaties die bestaan, een complete toeval, maar je deed wel, compleet foute conclusies uit kunt trekken. Dus dat is wel een gevaar wat gewoon in de hele AI zit, wat nog gewoon een van de zwakte is. En, is genoeg lol te beleven, Vast ook nog iets, ik weet het niet. Geen briljante zaak, helaas. We hebben met grote nieuwe updates dat in één keer heel het systeem crasht en dat dan net op het UU gebeurde en dat het niet zo makkelijk terug te draaien was. Dus, het is geen AI-fout. Nee. Het was waarschijnlijk gewoon... human error ergens ook, maar het is geen briljante vondst, nog niet. We zijn nu wel de algoritme ook aan het trainen en er worden experimenten gedaan, dus ik ben heel benieuwd of we dadelijk tot mooie inzichten komen, dat we met minder metingen nog gemakkelijker tot goede informatie kunnen komen. Er is nog heel veel wat de komende jaren ontwikkeld moet gaan worden, dus... We zijn al een tijd onderweg en tegelijkertijd zijn we ook maar net begonnen eigenlijk. Ja. Nou, en dat leidt ook, het lijkt alsof de vraag, want hij stond er al even de vraag van de kijk, maar die sluit hier ook weer bij aan. En het gaat ook over de ethische kant hiervan. Hè. We hebben natuurlijk inderdaad met ChatGPT en wat Geert gisteravond in elkaar heeft geknutseld. Dat had je ook met mijn foto kunnen doen. En dan had ik zijn presentatie beëindigd. Naar wat voor wereld gaan we toe? Hè? Is het wel zo wenselijk allemaal? Dus ik gooi hem even neer. Wie wil er iets over zeggen? Ja. Moeten we er bang voor zijn? Welke kant het op gaat? Ja, we kunnen heel dystopisch eindigen natuurlijk. Nou, angst is een slechte raadgever, zou ik zeggen. Dus ik zie hem eigenlijk wel met vertrouwen tegemoet. Ik vind juist het mooie van alles, dat het eigenaarschap van mij als individu, dat ik daar keuzes in kan blijven maken. En dat was eigenlijk ook een beetje wat jij zei. Zo van, goh, het is belangrijk dat we dat eigenaarschap zelf houden. En daar geloof ik ook. Daarin geloof ik ook dat de kracht is van de mens om daarin te overleven. Ja. En hoe doen we dat dan? Hoe zorgen we dat we dat... Want computers ontwikkelen zich supersnel. En Geert al zei, hè, wat hij gisteravond heeft gemaakt, dat kon een paar maanden geleden, kostte dat heel veel geld. Maar dat is er nu gewoon. Kun je dat dan wel stoppen? Ik denk dat de kracht van de mens is om zich toch steeds weer aan te passen aan de veranderende omstandigheid. En ik vraag me af of ook naar de toekomst toe, ook al kunnen we de toekomst niet voorspellen, maar ik denk dat we dat toch wel kunnen blijven doen. Ook wij worden steeds slimmer. Hè? Ja. Niet alleen de computer, maar ook wij. Ook hoe we dingen moeten interpreteren. Ja, ik denk ook, volgens mij mogen we hoopvol en optimistisch zijn als het gaat over de mogelijkheden. Hè. Als je kijkt naar die elementen van kwaliteit van zorg, volgens mij kan op elke dimensie van kwaliteit van zorg met AI wel verbeteringen doorgebracht worden. Dus dat is heel erg mooi wat mij betreft. Daarnaast denk ik, is het ook goed om een gezond realisme te hebben en altijd oog te hebben voor privacy, voor de menselijke maat, voor ethiek. Maar ik denk ook dat het aan ons als zorgbestuurders ook de taak is om daar wel voortvarend, maar ook wel voorzichtig en realistisch, kaderstellend mee aan de slag te gaan. En dat is denk ik ook wel het eigenaarschap wat jij noemt, wat denk ik ook door de hele organisatie wel gepakt mag worden, wat ook al begint bij de leiders van de organisatie. Ja. Gezond wantrouwen zou ik altijd nog wel voorstaan. Hè? Dus ook zo'n ChatGPT, die doet een goede aanzet waarop je verder kan. Ja.
Ja. Ook bij AI-modellen moet je altijd feedback goed geregeld hebben. Ook dus dat de wereld om je heen kan veranderen. Je moet altijd toetsen of dat nog geen, de output nog steeds klopt bij datgene wat je beoogt. Ja. Je moet altijd oppassen voor bias en dat soort dingen. Of model drift, hè. Dat weet je denk ik als afgestudeerde in AI. Zeker. Dus daar zijn echt wel elementen die je echt alert moet houden. Want anders gaat, dan krijg je iets geadviseerd wat je eigenlijk niet geadviseerd wil hebben. Ja. Dus gezond van trouwen. Precies, en dat is dus eigenlijk, weet je, dat mantra van het kan gewoon niet in zijn eentje gaan functioneren. Hè. Dus er moet altijd een soort persoon zijn die dat in de gaten houdt, dat het niet verkeerd gaat. Moet ik me dat dan zo voorstellen? Ja, dus een beetje wat jij, Carlo, vertelde. Hè, van een moreel kompas inbouwen of zo. Want ik wil wel even benadrukken dat we niet moeten denken dat die computers ons nooit in zullen halen. Want we worden wel wat slimmer, maar we houden die computer niet bij. Computers worden iets sneller, slimmer. Er is geen enkele reden waarom dat niet zou gebeuren, dat die computers op een gegeven moment slimmer zijn. Want die voortgang in intelligentie die al decennia bezig is, die gaat door. Dus ik zou ook niet weten waarom het moet ook niet stoppen, want we hebben er ook heel veel profijt van. Dat houdt niet op bij de menselijke intelligentie. Hm. Wij rekenen toch een miljoen keer langzamer dan een computer. En wij hebben één hersenpan waar alles in moet. Een computer die kan dan eindelijk groot zijn. Ja. En dan is er nog wel zoiets wat ze altijd zeggen. Ja, we hebben nog bewustzijn of een ziel. En dan kom je bijna in een religieuze discussie van of dat nou werkelijk zo is. Of dat een computer niet ook zou kunnen krijgen. Maar laten we die manier ingaan. Maar dan nog, als zo'n bewustzijn of ziel of wat het dan ook is, dat gaat ons niet behoeden voor om die voorsprong kwijt te raken. En daarom zeg ik van dat zou een soort van moreel kompas moeten zijn. Dat die computers zich, of die machines zich wel aan een bepaalde wetten en stelregels gaan houden, waar ze zelf geen bewustzijn van hebben waar die vandaan komen. Ja. Beetje zoals wij naar goden kijken. Hè? We hebben allemaal regels, we weten eigenlijk niet waar ze vandaan komen, waar het allemaal zit. Maar we volgen het maar, want dan gaat de wereld iets beter. Zo is in de religie ontstaan. Dus eigenlijk zouden wij een soort de god van dat soort toekomstige machines moeten worden. En dan hopen we maar dat ze een beetje godvrezend zijn. Ja, oké. Ja. Maar dat denkt eigenlijk dus wel dat er dus zo'n moreel kompas zou moeten zijn. Terwijl dat eigenlijk juist zo moeilijk is. Anders hebben we een probleem. Ja, maar je gaf ook aan in je pitch dat het juist heel erg moeilijk is. Omdat Kim Jong-un misschien een iets ander moreel kompas heeft dan wij hier aan tafel. Ik heb er ook volgens mij bij gezegd dat we het hier aan tafel niet genoemd hebben. Nee. Geen uitnodiging. Nee. Maar dat zijn wel de dingen. En ik denk dat het moreel kompas je het over hebt. Het is, als het ergens ethisch uit te leggen is dat er ethiek mee speelt, is het wel in de medische hoek. Dus misschien moeten jullie daar wel een beetje de voorlopers in zijn. Ja. Dat hoef je aan mensen niet uit te leggen wat er allemaal fout kan gaan. Dat is bij jullie sneller uitgelegd dan met auto's of vliegtuigen of treinen. Ja, wat mij betreft legt de technologie een druk op het systeem wat we al hebben. Dus we zien nu natuurlijk al dat als we het hebben over ethiek, dat in de brede zin van het woord dat al aan het licht komt, dat het misschien onhandig is hoe we onze samenleving organisaties georganiseerd hebben. Dus ik denk dat nogmaals, dat die AI ons gaat helpen misschien wel om echt die vragen te stellen. Want wat is een menselijke samenleving? Wat zijn menselijke organisaties? En dus echt die filosofische vragen te stellen en antwoord op te geven. Mm-hmm. Dus dat meer menselijke perspectief naar voren komt. Ja. Ja. Als je zegt kwaliteit van leven, dat is actueel. En het lijkt me erg lastig om dat op korte termijn te implementeren in een AI-systeem. Nee. En kwaliteit van leven is hier in Nederland weer anders dan in Italië of in Japan. Dat is een lastig dilemma inderdaad, hoe we dat erin zouden moeten krijgen. Ja. Ik zit nog wel even te denken, want we hebben drie mooie pitches gehad over andere sectoren, die dus al best wel hele toffe dingen doen op het gebied van AI. Waarom zijn we in de zorg daar nou zo laat mee? Want het is nog niet echt, vliegt nog niet echt, zeg maar. Nou, ik heb er wel ideeën over wat je merkt. Nou, een aantal dingen lopen wel goed. Hè. Als het gaat over zorgtechnologie die wat minder aan AI gekoppeld is, daar wordt echt wel in geïmplementeerd. Dus daar mogen we best wel trots op zijn. Maar wat je gewoon ziet, en dat is misschien ook wel wat je een beetje terugziet in het algemeen in de samenleving, zijn eigenlijk een paar dingen van onbekend maakt onbemind. Hè. Dus dat is een hele belangrijke. De zorg die er is over de menselijke maat, die uit beeld dreigt te raken. En ook nog wel ideeën over krijg je een soort Big Brother is watching you gevoel, hè, van wat gebeurt er met mijn data? Dus heel erg dat privacy stuk. Ja. En ik denk dat er echt een taak is om vanuit ons om met goede informatie ook te komen, met kleine haalbare stappen. En je ziet daarnaast, ik werk in de gehandicaptenzorg, dat de cure sector ook wat meer
daarin voorop loopt. Als het gaat over alle innovaties op het gebied van diagnostiek. Dus daar hebben wij gewoon ook nog wat in te doen. Dus ook de langdurige zorg zijn vaak wat langdurigere processen. Mm-hmm. En het is ook aan ons om daar af en toe wat versnelling in aan te brengen. Maar speelde dat niet, dus die angst van de gebruiker, hè, wat gebeurt er met mijn data, dat speelt bij jullie klanten ook, hè, dus in andere ja. sectoren ook, toch? Maar daar lukt het wel. Nou, we hebben personeelstekort. Dus het moet. Dus ja, dus we hebben gewoon een gezamenlijk probleem. Dus ja, wat we zeggen, kunnen we automatiseren wat geautomatiseerd kan worden. Ja. Dat geeft ruimte om dat te laten doen waar we ook de nood hoog zijn. Ja. Maar dat vind ik wel fascinerend, hè, want in de zorg hebben we hartstikke grote personeelsproblemen. Maar daar doen we dat toch niet. Hè? Dus ik ben wel benieuwd hoe jullie daarop reflecteren vanuit de zorg. Ja, ik denk dat het omarmen van het andere is bij ons echt een thema. En ik denk dat de noodzaak echt minder groot was. En daarnaast liepen we een behoorlijk stuk achter. Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar zijn de organisaties pas echt gedigitaliseerd. Zijn we gaan automatiseren, zijn we in de cloud gaan werken. En maar een heleboel zorgorganisaties zijn nog niet in een cloud. Mm-hmm. Dus daar moesten we nog echt stappen zetten. Wij hadden ook niet die mensen. Automatisering was echt iets van de afdeling finance in eerste instantie. Daar zat ook de kennis en kunde. Nu hebben wij, ik denk bijna allemaal, toch wel aparte IT-afdelingen. Vaak gekoppeld ook aan innovatie. Waarbij we gaan kijken, hoe kunnen we het een stap verder brengen? En wat leer je dan van andere partijen? Maar dat vraagt natuurlijk tijd. Maar als ik zie hoeveel moeite wij hebben met die implementatiekracht. Omdat ik zie dat onze medewerkers het toch heel erg lastig vindt om daadwerkelijk ermee te werken. Wij hebben een dossier waar we spraakgestuurd in kunnen rapporteren. Mm-hmm. Maar de medewerker echt zover krijgen dat hij dat ook gaat doen. Ja, dat is echt heel lastig. Terwijl we weten, als die nut en noodzaak er is, dan is het zo geregeld. Hè? Dat hebben we ook gezien bij onze klanten. Want corona, iedereen zei, onze ouderen kunnen niet meer communiceren via FaceTime of Skype of wat dan ook. Toen de deuren van de verpleeghuizen sloten, binnen 2 dagen konden alle ouderen en onze medewerkers konden dat. Ja. Want die wilden toch contact met. Dus er moet echt een noodzaak zijn. En die is er toch lang niet geweest. En nu begint de druk bij ons zo hard op te lopen. Ja, dat we echt die in een rap tempo die stappen gaan zetten. Ja. En we worden daar ook in gefaciliteerd. Ja. Hè, door de transitietafels en alle extra middelen in ISA en WOZO en al die andere. En is dat effect bij corona, hebben jullie dat ook vast kunnen houden? Of is het wat ik bij veel organisaties zie, is dat ze, het hoeft niet meer online, dus dan kunnen we weer gewoon gezellig bij elkaar langs. Wij proberen toch echt wel nog een deel online te werken, ja. Okay. En ik geloof ook dat er net een onderzoek is geweest, dat ook in het ziekenhuis, dat men dat toch een stuk probeert vast te houden. Alleen we merken ook, en dat is natuurlijk ook het belang van ons als mensen, wij willen ook fysiek contact met elkaar, ook soms zo gewoon aan tafel zitten. Ja. En ik vind het ook wel helpen dat in heel veel opleidingen nu ook andere accenten worden gelegd als het gaat over innovatie, zowel sociale innovatie als technologische innovatie. Dus langzaam krijgen we ook een generatie medewerkers binnen die daar gewoon wat makkelijker mee uit de voeten kan. Dus dat vind ik ook wel een hele mooie ontwikkeling. Ja. Een oudere medewerker echt goed wegwijs maken met de telefoon en al die apps. En dat is best wel lastig. En dat is niet alleen een oudere, soms ook enkele jongeren. Maar zeker, ja. Maar het gemak, ja. Ja. Wat mij vaak wel opvalt is dat cliënten, patiënten, bewoners, net welke sector je zit, dat die vaak helemaal niet zo'n grote bottleneck zijn. Nee. Als de zorgprofessional maar zegt van joh, maar dit is oké, weet je, dit vinden wij fijn, dat is nodig, dat is belangrijk, dat enorm kan helpen. Ja. Ja? Ik kijk even schuin nog naar de tijd, want we moeten naar een afronding toe. Maar wat ik eigenlijk wel heel erg leuk zou vinden om even een rondje te maken, want we hebben hier 1,5 uur met elkaar van gedachten gewisseld, we hebben fantastische pitches gehoord. Om toch eens een rondje te maken wat je hier nou van meeneemt morgen als je weer naar je werk gaat. En Annette, ik wil graag bij jou beginnen. Nou ja, ik wist al dat ik kon leren van andere bedrijven. En zeker ja, als ik kijk naar wat bijvoorbeeld dat ziekteverzuim, dat spreekt mij ook aan. Het verhaal wat jij vertelde van hoe zorg je ervoor dat je een goede verbinding houdt met wat de mens doet en technologie voor jouzelf kan. Dat neem ik echt mee. En ik vind het ook fijn om te horen dat het implementatieproces ook bij de anderen een uitdaging is. Dat stelt me ook wel weer gerust. Ja, zeker. Ja, leerzaam. Ja, mooi. Dankjewel. Bas, wat...
Yes, denk jij er van mee? Ja, ik word sowieso weer bevestigd dat samenwerking of horen van andere sectoren altijd heel veel nieuwe input oplevert. Dus dat is sowieso al een mooie opbrengst. Ik denk dat we weer wat in handen hebben onze routekaart zorgtechnologieën aan te vullen en te verrijken. En dan denk ik vooral ook aan die zorglogistiek, hè. Daar ook artificial intelligence in te gebruiken. Ik vind het ook heel mooi om te horen van, moreel kompas, daar moeten we echt wel ook het gesprek met elkaar over blijven voeren. Hè. Soms moet je aan de voorkant van nieuwe ontwikkeling het goede gesprek voeren, in plaats van gaandeweg erachter komen dat dingen anders kunnen. En ik denk ook als het gaat over preventie, bij onze doelgroep zal dat niet zozeer wat je noemt primaire preventie zijn, maar meer die geïndiceerde preventie van wat kunnen we nou, hoe kan AI ons helpen om bepaalde patronen bij cliënten te identificeren en leefstijlinterventies ook toe te passen. Dus dat vond ik ook wel een mooie om mee te nemen. Dus een rugzak vol. Ja, goed zo. Heel goed hoor. Michael? Ja, ik ben heel blij om te horen dat dat veelvuldig het experimenteren over tafel is gegaan. Het starten met het verzamelen van de juiste data. En dat op plekken gebeurt waar het niet meteen heel kritisch is. Dus dat hoorde ik voorbij komen. En dat we inderdaad echt die multidisciplinaire aanpak nodig hebben. Dat het dus niet vanuit een afdeling wordt neergezet, maar echt vanuit de wijsheid, de kennis die aanwezig is op het werkveld en van het team. Dus daar word ik heel blij van, dat zo goed over de bühne is gekomen. Mooi zo, mooi zo. Ja, het werd ook wel door iedereen zo benoemd. Ja. Mooi. Geert? Nou, ik vond het gewoon leuk om hier aan tafel te zitten. Hè. Dus ook om kijken in de keuken bij de zorg. Maar dat geeft me best wel vertrouwen eigenlijk. Hè. Dat is best mooie initiatieven. En ook, je gaf aan, er wordt wat verwacht ook van leiderschap ook in deze. Hè. Dus volgens mij moeten wij ook andere vragen stellen. Dat zie ik hier geboren worden. Dus de volgende stap, laten we die maken. Maar misschien nog wat vaker misschien wat uitwisselen. Het lijkt me een hartstikke goed idee. Dankjewel. Carlo. Klein tipje. Iedereen die met ChatGPT zit te spelen, die denkt van, oeh, dat scheelt mij een hoop werk op dat gebied. Vooral onze studenten trouwens. Ja. Dus dat is prima. Maar misschien moet mensen in de zorg ook eens gewoon zitten spelen. Want op rapporteren of weet ik wat allemaal. Het werk wat ze hekel hebben, kan het best wel eens wat werk schelen. Dus ga daar eens mee experimenteren. Misschien kunnen we daar een eerste stapje maken. Een beetje spelen en denk van, oh, dat kan daar helpen. Zeker. En staat gewoon toe om daar eens mee te gaan experimenteren. En ik had al vertrouwen in de zorg. Mijn beide zussen werken in de zorg. En dan zal ik dit eens gaan bespreken van het weekend. Want dan ben ik wel benieuwd wat er aan dingen zijn. Nee. Nou, we horen graag hoe dat is afgelopen. Ja. Dankjewel. Jasper, tot slot. Ja, ik vind het prettig om te horen dat we niet alleen in de zorg uitdagingen hebben met dit soort oplossingen. Dus dat is een mooie bevestiging. En ik denk ook een stukje doorzettingsvermogen om uiteindelijk tot de implementatie te komen en adoptie. Die neem ik wel echt mee. Die hadden we wel op het netvlies, maar ik denk van oké, die is wel echt een belangrijke. En wij zijn niet de enigen die daarmee worstelen, maar uiteindelijk lukt het wel. Ja, super. Nou, dat lijkt me een super mooie afsluiting. Ja, we zijn er doorheen. Anderhalf uur hebben we met elkaar aan tafel gezeten. Ik dank jullie allemaal ontzettend voor jullie aanwezigheid. Ik heb zelf ook een rugzak vol om mee naar huis te nemen zometeen. We komen tot een afronding. Dank voor jullie aanwezigheid thuis ook. Voor alle vragen die binnen zijn gekomen. Ik heb helaas niet alles kunnen behandelen, maar wel een flink aantal vragen zijn langsgekomen. Er komt een vervolg op dit webinar. Eén keer per jaar wordt er een webinar georganiseerd. Dus volgend jaar zijn we weer terug. Dus hou de sites en de social media in de gaten. Maar voor nu in ieder geval heel veel inspiratie toegewenst met alle input die jullie hebben gehoord. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. Tell me.